spirit, but a lot of pain. But I know that you're pure. I'm a disease and you are my cure. Right there, right there.
just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us.
yet. Make you cry, and I don't wanna fight.
night with you. I would rather lie to you. I promise now's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Look away so you won't see, 'cause the pain is in my eyes. Feels like I could break at any moment and shatter your insides. If you feel my mind, call me all night long. Try to give you hints in a heart to see. Right on the drop the clutch, pedal to the floor. I'm not giving up.
Jack de Gier, voordat we het over de thuiswedstrijd tegen Topos gaan hebben. Vandaag exact 2 maanden in dienst bij de club. Hoe kijk jij terug op die eerste 2 maanden? Ja, gefeliciteerd. wel wisselend, maar ja, uiteindelijk ten eerste, ik heb het prima naar mijn zin. En ten tweede, natuurlijk vanuit een moeilijke situatie gekomen. Alles gericht op de vierde periode. Bepaalde doelen daarin gesteld. En daar zijn we mee aan de gang. En het gaat met pieken en dalen. Ik vind prima overwinningen tegen Ajax en tegen Jong Utrecht. Ik vind een paar onnodige nederlagen tussendoor. Waaronder Almere bijvoorbeeld. Hè, die vind ik nog steeds onnodig. En de Graafschap thuis misschien. Maar ook wedstrijden waarin ik zie dat we wel gewoon goed kunnen voetballen. Dat we eigenlijk te laag staan op dit moment. En dan is de laatste wedstrijd die ik gespeeld heb natuurlijk de mooiste. Want ja, daarin zie je eigenlijk weer alles, hoe het seizoen ook een beetje verlopen is. Hè? Met 2-0 achter, met 3-2 voor en dan helaas in de blessuretijd nog weer de 3-3 te verwerken krijgen. Ja, ik wou het eigenlijk vragen, komt in die wedstrijd dan eigenlijk het hele seizoen samen? Maar vooral ook dat waar jij in die 2 maanden misschien wel heel veel aandacht aan hebt besteed. De manier van voetballen, die gewoon heel aardig was. Maar ook bijvoorbeeld de veerkracht in de ploeg. Ja. Ja goed, en ik ben dus begonnen bij Den Bosch na de 4-4 tegen Excelsior. En toen heb ik dat zo ook omschreven. Wat ik wel vind is, en ik heb die wedstrijd tegen Go Ahead dinsdag terug zitten kijken. Ja, ik vind dat we echt bij vlagen echt goed gespeeld hebben. En we hebben na Almere vonden we dat we te weinig kansen gecreëerd hadden. Dat we voetballend niet goed genoeg waren. Desondanks onnodig in ieder geval verliezen. Want we verliezen daardoor door twee goals weg te geven. Tegen Go Ahead, minst gepasseerde verdediging van de eerste divisie, hebben we 9 goede kansen gecreëerd. We hebben 3 keer gescoord. En dat is wel bijzonder ook tegen een ploeg die al 20 keer de nul had gehouden. Dus ja, daar ben ik wel tevreden over en dat hebben we met z'n allen teruggekeken. Is dat dan ook waar de nadruk na die wedstrijd tegen Go Ahead op ligt? De manier van voetballen, het kansen creëren, het doelpunten maken? Ja, ik heb bepaalde principes. Dat is, we willen hoog druk zetten. De tegenstander zo min als mogelijk laten voetballen. En het hoge druk zetten, dat neemt risico's met zich mee. Maar dan moeten we met z'n allen achter staan. Dat doen we met z'n allen. En dat doen we 9 van de 10 keer goed. Ja, en bij elke ploeg is er altijd een situatie die ontstaat waardoor je tegendoelpunten krijgt. Ook tegen in de wedstrijd tegen Go Ahead was dat onnodig. Ja, de eerste goal uit een ingooi, ja, daar mag Kuipers niet vrij staan. Die moet gedekt worden. En dat zijn ook de afspraken. En het is een onoplettendheid van 1 speler. Hij schiet hem fantastisch erin. Ja, dat mag niet gebeuren, dat kan je voorkomen en dat geldt voor het tweede doelpunt eigenlijk ook van hun. En dat geldt voor het derde doelpunt, ja, is het de bal wegkoppen. Het zijn eigenlijk ABC's, maar op dat moment worden bepaalde beslissingen genomen die ons tegendoelpunten kosten. Ja, dat is het risico. Ik wil wel ook zoveel als mogelijk voetballen. Ik wil ook een stukje opportunisme erin. Ik wil niet ten koste van alles gaan opbouwen. Ik wil ook dat we diepte hebben in ons spel. Ik zeg altijd diep denken, diep lopen, diep spelen. En dat levert ons gewoon, heel veel kansen op, mogelijkheden. En bijvoorbeeld tegen Go Ahead hadden we daar vooral de nadruk op gelegd over onze rechterkant. Hè, dus de linkerkant van Go Ahead, Kuipers wat hoger op, achterveldmaten. Nou, probeer daar maar je kansen te benutten. Ja, en daar, volgens mij kwamen daar al onze kansen ook vanuit die zone in de wedstrijd. Ja, iets moet ook de tijd hebben om in een groep ingeslepen te worden. Is dit dan misschien ook wel de speelwijze die bij deze groep past? Ja, dat denk ik wel. Hij past sowieso bij mij als coach. En je gaat dan proberen als coach ga je proberen om spelers op het juiste plekje neer te zetten. Ja, maar je gaat uiteindelijk met een groep te maken die niet door jou is samengesteld. Nee, maar goed, dus je gaat kijken naar de kwaliteiten. En ik wist wel bijvoorbeeld als Soufiane Arnach fit is en gaat spelen. Ja, dan kan ik 2 keuzes maken. Ik kan hem tussen de linies laten spelen vanaf links of ik kan hem op 10 laten spelen. Ja, daar ben je dan bezig. Wie past daarbij? Hoe hebben we de beste balans? Ik wil 4-3-3 spelen. Ik ben bijvoorbeeld geen trainer die snel 5-3-2 gaat spelen. Ja, als we een voorsprong moeten verdedigen, dan wil ik wel een extra verdediger erbij gooien. Maar ja, niet in de basis. Dus daar ga je mee aan de gang. En dat heb ik wel ook gezien weer in de tegen Go Ahead. Ja. Dan staat er vrijdagavond meteen weer een mooi affiche op het programma. De derby tegen Topos. Ja.
een derby waarbij het grote gemis natuurlijk is, de supporters. Ja, publiek. Ja, publiek is dan niet aanwezig en dan ook de verliezer. Want dat is zonde. Het zijn mooie wedstrijden. Ik heb het tegen de spelers gezegd. Ja, helaas zonder publiek. Alleen wij moeten wel die wedstrijd spelen als, als een derby. En dat betekent met het mes tussen de tanden. Ik heb van de week gezegd, wij zijn de baas in de Vliert. Ja, dat moeten we morgen ook weer zijn tegen Os. En ja, dan gaan we ook die wedstrijd vol voor de overwinning natuurlijk. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, thuis of waar u ook meeluistert, een hele goede avond vanuit de Vliert. Terwijl de opstellingen zojuist op zijn gelezen door stadionspeaker Hans van de Heuvel. En de muziek nog klinkt, de spelers van beide ploegen en de arbitrage nog niet op het veld staan, zeg ik. Goedenavond, welkom bij de derby van Noordoost-Brabant. De derby tussen FC Den Bosch en Topos, die we vanavond vanuit FC Den Bosch Radio voor u gaan verslaan. En dat doen we samen, Edwin Smolders en naast mij Johan Kouwenberg. Goedenavond Johan. Goedenavond Edwin. En als we hetzelfde enthousiasme en spektakel krijgen als afgelopen maandag, ja, dan moet het helemaal goed komen natuurlijk Edwin. Heb je onszelf ook even teruggehoord? Ja, dus laten we het daar maar niet over gaan hebben. Laten we naar het veld gaan kijken als we in ieder geval Frank Sturing daar het veld op gaan zien komen. En Frank Sturing is een van de wisselspelers, betekent dat de beide helftallen nog niet in aantocht zijn. Gaan we u meenemen naar de opstellingen. En dat doen we eerst naar die van Top Os. Waar een aantal spelers ontbreekt. Jan Lammers en Lorenzo Piquet zijn beide geschorst bij de centrale verdedigers. Dus dat betekent wat voor de centrale verdedigingspositie in het team van trainer Klaas Wels. Maar verder nog blessures bij Butner, Kalentjev, Grat Dame, Koorman, Rooske, die gisteren op de training geblesseerd uitviel, Guzen en ook nog Sjoerd Overgoor. En dat resulteert in de volgende opstelling aan de kant van Top Os in de goal daar Bo Geens. Rechtsachter staat dan Trevor David, centraal achterin Leon Kaak samen met Stuy van de Herik. Linksachter Fleuren, rechts op het middenveld Sanchez, links op het middenveld Olivier Rommens. Aanvallende middenvelder op 10 Philip Rommens, rechts buiten Van der Rijden, links buiten Miltz. En in de spits vinden we Mart Reemans. Dat zijn de 11 die voor Top Os gaan beginnen. FC Den Bosch, Johan. Ja, u ziet het al in beeld staan natuurlijk, maar dan moet er toch iets opvallen inderdaad. Want Christopher Zutphen is dus afwezig. Hij is ook geblesseerd geraakt bij FC Den Bosch ten opzichte van maandag. En ook weer die terug in het elftal gaat keren is Dwayne Dream. Maar Den Bosch gaat daardoor toch anders spelen. Nou, natuurlijk wel gewoon met captain Wouter van der Steen in de goal. Linksback dus Dwayne Green. Van der Velde links centraal in de verdediging. Naast hem, verrassend, Mats Del. Die dus niet op de rechtsbackpositie zijn favoriete positie gaat spelen, maar in het centrum. En daardoor verhuist Joren van Hedel naar de rechterkant. Dat is zijn favoriete positie. En dan denkt Jack de Gier natuurlijk dat dat de sterkste opstelling in de verdediging is. Voor de rest geen wijzigingen bij FC Den Bosch. Dus voor hen Felina en Dorazo Moreo Klas met ook Meerveld op het middenveld. En voorin vanaf de linkerkant Ahanach, Hornkamp en Postema. Hornkamp met inmiddels al 12 doelpunten. En Jack de Gier kiest dus voor die namen. Op de bank in ieder geval bij Den Bosch Kuipers. Ook weer terug van Interland van Barbados. Zelfs een keertje baas gespeeld zag ik Ryan Trotman. Dekker Lambert, Steven van der Heijden ook weer op de bank voor het eerst. Don Bolsius, Frank Sturing die dus ook wist te scoren voor Canada. De 0-1 in de 11-0 gewonnen wedstrijd van zijn team. Konrad Sikking, Robin Voets, Jermaine Burnett, Gijs Galks en Stan Maas. En dan was de scheidsrechter van vandaag Alex Bos. Wordt geassisteerd door Frans Ozinga, Franka Overtoom en de vierde official is Stijn van Zuilichem. Had jij de bank van Os ook nog voor ons? Nee, die bank van Os, dat komt als we daar straks over de wissels gaan hebben, ik kan ze over snel noemen. De doelmannen Ronald Koeman en Jordi Rondeel. En verder Cas Peters, Kievan Leidsman, Tim Hulsje, Justin Mathieu, Leon, hij is toch wel terug, Leon Kantje zit op de bank, Brian Vogelsang en Jarni Koorman. Dat zijn de wisselspelers aan de kant van Top Os voor vanavond. Het arbitraal trio, dat heb jij genoemd. Toch nog even de afwezigen aan de kant van FC Den Bosch, Paco van Moorsel, Haidari, Christopher Zutphen, je had het er allemaal over, Jordi van de Winden, Van Grunsven, Rick Mulders, die we net allebei nog even spraken voor de wedstrijd. Onze grote vriend Bon Giovanni en Soares Fonseca. En die is niet geblesseerd, maar die is gewoon nog niet teruggekeerd van zijn interlandverplichtingen. Wat ik heb begrepen, zit hij nog inmiddels in het vliegtuig vanuit een Zuid-Afrikaanse luchthaven richting Nederland. Maar dat is de reden dat hij er vanavond nog niet bij is in de Vliert. En vandaag het centrale verdedigingsduo Mats Del
En inderdaad Junior van der Velde. Ja, en ik geloof dat hij het vanuit Mozambique moet komen, hè? Want daar heeft Kaap Verde gespeeld. Ja, Mozambique. En ik begreep van Jack de Gier dat hij een tussenlanding moest maken in Zuid-Afrika. En vanuit daar duurde het wat langer. In ieder geval hij is er niet. En de spelers van FC Den Bosch en Topos inmiddels wel op het veld. Had ook zo niet gespeeld hoor. Dus, Nee, maar goed, dat heeft toch een reisje gemaakt natuurlijk. Maar de spelers zijn op het veld gekomen inmiddels al. En Hans van Heuvel gaat ook de laatste woorden spreken. We zien Wouter van der Steen bij captain Stoei van de Herik staan van Topos. En Den Bosch wil natuurlijk revanche nemen voor de 2-0 nederlaag in Os. Was wel een ontluisterende nederlaag, moet ik eerlijk zeggen. Daar was ik ook zelf bij. Nu een andere wedstrijd, een andere FC Den Bosch natuurlijk ook onder Jack de Gier. En Os dat ook wel met wat wijzigingen speelt. Misschien toch is het gewoon niet mogelijk. Mes tussen de tanden. En deze wedstrijd moet gewonnen worden. De baas in de vliegt, Edwin. Dat moeten wij zijn. Ja, en ik hoorde volgens mij Klaas Wels die een verleden bij FC Den Bosch heeft overigens. En dan gaan we ver terug in de tijd. Want die speelde hier in het destijds C-elftal. En dat is eigenlijk wat nu het belofte team is. En het is ook de Battle of Schijndel. Want zowel Jack de Gier als Klaas Wels zijn afkomstig vanuit Schijndel. Terwijl het stil is in de vliert, de muziek die heeft geklonken. Grensrechter Frans Ozinga, die zoekt zijn plekje op aan de kant van de hoofdtribune. Aan de overkant zien we Franca Overtoom en Alex Bos is de leidsman in het midden. Hij steekt zijn duimpje omhoog en betekent dat de aftrap genomen gaat worden in de persoon van Jis Hoornkamp. En dat is de aanvaller van FC Den Bosch. De derby van Noordoost-Brabant, die kan als scheidsrechter Alex Bos het zijn geeft. En dat is nu beginnen. En het eerste balbezit is voor FC Den Bosch. Via Junior van der Velde en hij naar zijn compaan Masdel vandaag. En die gaan samen proberen de eerste aanval van FC Den Bosch op te gaan zetten. Van der Velde steekt nu de bal naar Green. Die er weer terug is naar zijn schorsing. Laten we hopen dat hij vandaag een belangrijke rol kan vertolken aan die linkerkant. Dat hij wat opstoomt en wat goede voorzetten kan geven. Dwayne Green ook een mooie trap in zijn voet. Van der Steen trap lang op Anach. Die wint het kopduel, maar de bal komt uiteindelijk bij Os terecht. En dan moet Den Bosch oppassen dat het niet in een counter verloopt. En dan aan de bal Reemans, de topscorer van Os met 9 doelpunten. Hij wordt natuurlijk goed afgeschermd worden. Maar inmiddels weer Den Bosch via Soufiane Anach. En Jis Hoornkamp, die wordt daar verdedigd. Hoornkamp, moet ik wel zeggen, die kwam ik ook nog even tegen. Die voelde zich niet helemaal lekker. Laten we hopen dat hij niet ziek is. Geen corona, want hij was gewoon getest. Maar ja, hij was niet helemaal fit. Laten we hopen dat hij dat snel kwijt is. En ik hoor Edwin ook heel goed, als je goed luistert hier aan de buiten het stadion. Als het goed is, ook wat supporters van FC Den Bosch. Inderdaad, ik hoor het ook op de achtergrond. Maar laten we vooral naar het veld gaan kijken. Waar Reemans de bal opent naar de linkerkant. En daar de eerste kans dreigt voor Topos in de persoon van Livio Mils. En zijn schot dat verdwijnt in de handen. En daarvoor moest Wouter van der Steen wel naar de grond toe. Het eerste schot op goal is dus een feit. En waar jij zei dat Jack de Gier aangaf, baas in de vliert. Nou, dat zei Klaas Wels ook. We willen baas op het veld zijn. Klaas Wels was hier afgelopen maandagavond aanwezig in het stadion. Ik sprak hem nog heel even. En was aanwezig bij de wedstrijd tegen de Go Ahead Eagles. En heeft dus gezien hoe hij Den Bosch vanavond het best kan bestrijden. En zoals we dat nu zien is dat in ieder geval op een manier dat de Topos heel hoog gaat druk zetten. En dat met Dennis van der Heijden, die meer centraal lijkt te spelen. Dus niet als buitenspeler, maar meer centraal langs spits Mart Reemans lijkt te lopen. En dat wat je net aangaf met het geluid. Nou, dat geluid van supporters, dat klinkt nu meer. Het lijkt wel op een carnavalsband hier inmiddels. Toch steun, hè, voor de jongens. Die zullen ze vast op het veld ook al horen. Dan laten we hopen dat ze dat het vooruit schreeuwt. Kevin Vlieda gaat nu de middenlijn in ieder geval over. Nee, hij steekt hem, probeert een bal te geven op Gwen Green. Maar die komt meer in de dugout van Klaas Wels daar terecht. Dus de ingooi is voor Os via Reemans. Die gaat dan terug en dan lijkt het toch alsof hier met publiek spelen deels. Dus dat is wel leuk dat die supporters dat aan de buitenkant van het stadion weten te de sfeer en te creëren. Dat zijn er niet weinig als ik dit zo hoor. Als het de bal is op Postma. Postma wil de bal laten vallen. Dreigt er even hens gemaakt te worden door Niels Fleuren. Dat gebeurt niet. Arnach in balbezit. Arnach met de bal op Vlieda. Maar die moet terug uit. Maar die bal gaat via een voet van een Topos spelen. Nee, nou gaat niet via een voet van Topos over de zijlijn. Dat betekent dat Topos een meter of 10 buiten de 16 meter aan de zijlijn uiteraard mag gaan gooien. En dat doet het in de persoon van David. David zoekt diepte en die zoekt Van der Rijden. Nou, Van der Rijden is ongeveer 1,5 meter langer dan Dwayne Green. Wint dat kopduel dus ook makkelijk. Maar dat kopduel verliezen, dat is niet erg. Als je maar de bal daarna wint. En dat doet Matsdel. Matsdel met de bal die inspeelt op Jis Hoornkamp. Die laat de bal vallen op Junior van der Velde. Junior van der Velde
probeert op zijn beurt de bal naar Green te plaatsen. Maar die gaat via Trevor David over de zijlijn. Betekent dat Den Bosch mag gaan gooien op de helft van Toppels. Via Dwayne Green. En Dwayne Green zoekt naar de vrije man. Dat zou Aanacht moeten worden. Alleen hij is niet te bereiken. Wel Hongkamp. Die kaatst dan naar Aanacht. Die trekt het midden. Die loopt dan gewoon tegen een Osspeler op en verliest de bal. Niks aan de hand, zegt de scheidsrechter. En dan kan Kaak overnemen. Kaak nu in de problemen gebracht door Klas en door Postema. Maar uiteindelijk, nee, door Meerveld natuurlijk. Uiteindelijk de bal lang gespeeld uit en is de ingooien voor FC Den Bosch aan de kant van Junior van der Gelde. Zou ik lekker die bal laten liggen, Junior van der Velde. Goed zo. Van der Velde laat die bal even liggen. Ja, die geeft hem aan Green. En Green moet dan op zoek naar de vrije man. Wie biedt zich dan aan? Eigenlijk niemand. Klas maakt een soort schijnbeweging van speel maar naar mij. Maar uiteindelijk is het toch Aanacht. Aanacht en de lange bal dan van Green naar het midden. En daar moet Postema helemaal alleen tegen daar. Dat is die Sanchez, die staat dan toch daar linksback te spelen. Sanchez toch enigszins verrassend, hadden wij niet helemaal opgekregen. Mats Del vanuit het centrum kan dus niet opstemmen vanaf de rechterkant. Dat moet nu Van Hedel doen. Die krijgt nu de bal, steekt de middenlijn over. Gaat er heel gemakkelijk voorbij Milts, maar niet voorbij diezelfde Sanchez. En daardoor de ingooi voor Os. Zullen we even kijken, één wedstrijd. Ja, dat wil ik zeggen, één wedstrijd werd vanavond eerder al gespeeld. Go Eagles, Rode SC, dat eindigde in 0-0. Gescoord is er al wel bij één wedstrijd in de keukenkampioen-divisie. Helmond Sport staat op 1-0 voor, al heel snel tegen Jong AZ. En Jong AZ is de tegenstander waar FC Den Bosch aanstaande maandagmiddag, tweede paasdag, op bezoek mag. Maar eerst vanavond hier in de Vliet kijken als de bal over de zijlijn gaat en Mats Del mag gaan gooien. En doet dat terug op Junior van der Velde. Junior van der Velde kan dan een meter of 15 gaan maken richting... richting de helft van Toppels, maar kiest er toch voor om de weg terug te zoeken. Aanacht die net als afgelopen maandagavond weer tussen de linies lijkt te gaan spelen. En daardoor Dwayne Green de ruimte geeft om op te komen. Nou, en ik zei het al, Klaas Wels was hier aanwezig en die zal dat vast en zeker gezien hebben. En die probeert dus in die ruimte af te dekken door met name de rechtsbuiten aan de kant van Toppels wat verder in te laten zakken. Zodat er eigenlijk 2 tegen 1 wordt gespeeld in het voordeel van Toppels ten opzichte van Dwayne Green. Is dus belangrijk dat de bal sneller rond laat gaan. En dat kan nu middels de crossval van Mats Del. Maar er zit David tussen. David met de snelle omschakeling richting Mart Reemans. Mart Reemans met de bal in de diepte, maar past hem terug op David. David dan met de bal richting Van der Heijden. Dat schreeuwt alles en iedereen bij Toppos dat er hens is gemaakt. Junior van der Velde neemt de bal even mee, gooit de bal even weg. En scheidsrechter Alex Bos laat dat toe. Wel de vrije trap voor Toppas. En dan is het gelijk oppassen geblazen weer voor FC Den Bosch. Dat toch wat wijfelend begint, moet ik zeggen. Niet echt de controle weet te pakken. De vrije trap is voor Osters dus inderdaad zo'n 20 meter vanaf de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Van waar wij zitten natuurlijk rechts. En die bal gaat dan genomen worden. Ik denk door Rommens, dat kan ik niet zo goed zien vanaf hier. Die gaat inbrengen, hoog. En daar staat iemand expres buitenspel. Die moet dan de boel afleiden. Uiteindelijk de kopbal, maar die is door Klas weggekopt. En uiteindelijk kan Aanacht dan het gevaar eruit nemen. Nee, dat is oppas geblazen daar, want dan komt die andere Rommens, Olivier. Maar gelukkig is het daar Meerveld die heeft overgenomen. Meerveld moet dan helemaal naar de buitenkant. Moet dan ook terug naar Van Hedel aan de rechterkant. Die denk ik dat hij terug moet naar Van der Steen. Dat klopt. Van der Steen wordt dan wat kwaad omdat hij die bal niet helemaal goed lekker heeft aangespeeld. Kan ik me niet meer voorstellen, 10 meter achter je. Geen probleem gelukkig dat het oplevert, maar uiteindelijk moet de Del dan gaan opbouwen. Del en Van der Velde. Van der Velde die wat doorsteekt. Nu een lange bal geeft op Aanacht. Die loopt daar dus goed tussen linies en die bal komt goed aan. Die wordt niet gecontroleerd daardoor Aanacht, maar wel een corner verdiend door wat paniek daar bij Fleuren. Toch de verdediger van Os met de meeste ervaring. Bogeens kwam uit. Fleuren liet de bal tussen de keeper en Fleuren zelf stuiteren. En dat zijn van die lastige ballen. Dat hebben we zelf afgelopen maandagavond hier nog meegemaakt. En nu betekent dat de eerste hoekschop is voor Den Bosch. En achter die hoekschop daar staat Soufiane Aanacht. De luchtmacht van Den Bosch gaat mee naar voren. Junior van der Velde zien we zien. Jis Horenkamp, daar gaat die hoekschop komen. Eerste hoekschop voor de goal. Eerste hoekschop voor de goal. Maar die belandt gewoon in de handen van Bogeens. En dan komt die snelle omschakeling. Dan komt niet die snelle omschakeling, want Den Bosch gaat in de persoon van Mario Klas, die was het, die even voor keeper Geens ging lopen, waardoor die snelle spelervatting en die snelle counter eruit werd gehaald. Maar het is wel Toppos in balbezit als ze dreigen met de opening richting rechtsbuiten Mart Reemans, die dus meer vanaf de rechterkant speelt en Van der Heijden in de spits. Als het nu aan de linkerkant is, Sanchez, die op de helft van Den Bosch met de bal in de diepte op Reemans. Reemans verliest het kopduel van Dwayne Green. En die Reemans die leidt vanavond ook een meer zwervend bestaan. Want die gaat heel snel van de rechtsbuiten. Verdwijnt hij aan de binnenkant van Van der Heijden. Dus net als bij Den Bosch in de persoon van Aanacht is ook die Reemans met name veel meer centraal te vinden dan aan de buitenkant. Als het nu Den Bosch is in de persoon van Junior van der Velde. Junior van der Velde moet sneller handelen, want dan was Dwayne Green wel vrij geweest. Maar pas nu de bal alsnog via Aanacht op Green. Green met de bal op Postema. Postema terug op Green met de bal in diepte op Green. Green
die de bal kreeg van Anach, lijkt het dan gevaarlijk spel. Geen gevaarlijk spel. Scheidsrechter Alex Bos laat in die beginfase lekker voetballen. De bal die gaat over de achterlijn via Romano Postema en over de achterlijn van Toppos. Dat betekent dat Toppos de doeltrap mag gaan nemen. Met wat pijn daarvoor keeper Bo Geens, die in de heenwedstrijd een uitstekende wedstrijd keepte, meen ik me nog te herinneren, dat hij daar ook een basisplaats wist te pakken. Want natuurlijk Ronald Koeman, nummer 1, zit daar op de bank. Die heeft wel pijn, dus misschien dat we hem toch nog zien, die Koeman, zo meteen. En dat zou ons niet slecht uitkomen, want de laatste keer dat hier werd gespeeld werd het 4-0 met die Koeman op doel. En ik weet nog, Edwin, dat het daar niet helemaal bij elke doelpunt lekker uitzag. Dus misschien dat dat helpt. Maar goed, we gaan hopen natuurlijk gewoon op eigen kracht winnen. Bo Geens gaat in ieder geval die doeltrap nemen. En die moet dan lang, daar lijkt het op, want hij stuurt zijn manschappen weg. Dat is Fleuren. En dan gaat die bal inderdaad lang genomen worden. En dan gaan we kijken wie dat komt, die wel naar het middenveld gaat winnen. Hij gaat op zoek naar het hoofd, daar denk ik, van nummer 10. En dat is Philippe Rommens. En het komt wel, wordt gewonnen door Kevin Verlie. Dat is ook niet de allergrootste van het veld. Maar de bal komt wel uiteindelijk bij Reemans. Die inderdaad snel wisselt van positie. Os ook wat onsecuur. Van de Velden moet daar wel handelen. Duurt dan wat langer. Moet dan die bal het stadion uitrammen eigenlijk. Voordat nummer 9, Dennis van der Heijden, met zijn wonderschone doelpunt af en toe, gevaarlijk kan worden. Is hem ook gelukt, die bal het stadion uit in ieder geval? Is gelukt, ja. We hoorden hem niet op het dak. Dus hij was nog harder, denk ik. En die bal wordt dan ingenomen door Trevor David. Ingegooid en dan gaat die kaats helemaal mislukken daardoor Philippe Rommens. Dan moeten we goed kijken, want als we Rommens zeggen, dan kunnen we de twee bedoelen. Hè? Dat is ook wel makkelijk aan de ene kant. Maar dit was Philippe. Dit was Philippe. En die ingooi gaat genomen worden door Dwayne Green. Dwayne Green, die ga ik nog even meenemen, die gaat op zoek weer naar Anach. Anach blijft heel rustig, verlengt hem prima naar Klas, houdt ook de controle. Anach krijgt hem dan via Os nog een keer een ingooi van een bos met Green. Die kaats van Anach was die wel heel laconiek rustig. Ook gelijk de kwaliteit, waar we daar een speler van Toppos richting zijn knie zien grijpen. Hij is ook op het veld gaan zitten. En een van de spelers, dat is Olivier Rommens, die geeft ook aan dat er snel iemand moet gaan warmlopen. Alex Bos, die geeft ook aan dat er verzorging noodzakelijk is. En is dat dan Philippe Rommens, denk ik, die op het veld is zitten. En er gezegd, was er weinig aan de hand en hij ging zelf op het veld zitten. En greep zelf bij de knie. En dat zijn dan nooit... Blessure is sowieso nooit fijn, maar zeker niet op het moment dat er eigenlijk geen tegenstander in de buurt is en je zelf ineens naar je knie grijpt. Dan is er hopelijk voor Philippe Rommens niet meer aan de hand. De verzorging die is niet meer als in het veld. En dan wachten we dat even af, Edwin. Dan kan ik aan jou mooi vragen, wat is nou, want het is natuurlijk de derby, hè? Wat is nou jouw mooiste derby moment? Wedstrijd. Jij kan graven, je hebt onuitputtelijke statistieken altijd in je hoofd ook. Vast wel die wedstrijd nog op je netvlies staan. Ja, we hebben nog even tijd, zie ik, want hij loopt nu pas naar de kant van het veld. Als ik dan toch naar de derbies ga kijken. De derbies vond ik in de jaren 90 dat Toppos net toetrad tot het betaalde voetbal. En dan in dat oude Toppos stadion nog met die staantribune achter de goal. Daar waar nu de school staat. Ja, dat vond ik toch de mooiste. En ook in de tijd, en dat met name aan de kant van Os, maar ook aan Den Bosch, meer echt jongens uit de stad. Kijk, en ik kan nog... Er zit wat leeftijdsverschil tussen ons nog gaan teruggraven naar de tijd dat Toppos ook nog bij de amateur speelde. En dan hebben we het over het hoogste niveau van Nederland. Meermaals amateurkampioen van Nederland geweest, ook in de hoofdklasse C uiteraard. Ja, die derby's dan destijds tegen BVV. Als we eerst maar weer eens naar het veld gaan kijken, nou dat kunnen we heel snel laten. Want die steekbal van Mario Klas, ja dat vind ik nog... En daar komt ook een beetje die rivaliteit vandaan, denk ik, uit het amateurvoetbal. Top tegen BVV die jaren. Nou, natuurlijk in de jaren 90, toen het eenmaal begon in de eerste divisie. Ja, dat zijn voor mij de mooiste. En dan stel ik hem gelijk andersom ook. De jouwe. Die gaan we dan dadelijk vertellen, want dan gaan we de mensen ook nog even blij met de wedstrijd. Want Bo Geens gaat uittrappen. Ja, die doet hij wel op het rand, telkens van de rand van de 16. Die gaat er toch, wat mij betreft, wel een keer overheen. Zo lijkt het. Maar die bal gaat ook gewoon over de andere lijn. Dat is de zijlijn. En daardoor is het een ingooi, toch via een Bos lijf. Dus die ingooi is daar voor Sanchez. Terwijl Philippe Rommens inmiddels terugkeert. Hij is terug. Dan is die blessure voor hem dan meegevallen. Den Bosch verliest daar het duel ook met Sanchez en Postema. En dan moet het Den Bosch wat feller. Nou, dat gaat Hongerkamp wel aan. En dan zegt ook de Gier, want de Gier is niet tevreden. Die wil dat er feller gaat daarvoor in. Dat er is hij ook scherp op. Daar wil hij ook graag. Vertelde hij me ook naar NEC, NEC moet ik zeggen. Dat hij graag wil dat er op de keeper wordt doorgejaagd. En dat deed Hongerkamp nu in tweede instantie. Maar aan de andere kant is het nu Os dus met Reemans vanaf de rechterkant. En die geeft daar een knappe bal hoor op David. Maar Anach... Die zorgt ervoor dat Van der Steen die bal onder de voeten kan uitplukken van diezelfde David. En daardoor geen gevaar. Uitstekend ook weer gedaan van Soufiane Anach. Die toch wel echt in vorm lijkt te komen. En belangrijk kan gaan worden voor FC Den Bosch. Wat denk jij, Edwin? Als je in ieder geval dit sprintduel van hem ziet. En ik vond hem afgelopen maandagavond al heel aardig voetballen.
was niet zozeer bij doelpunten betrokken, maar wel de manier van voetballen, de rust. Net ook dat, wat ik zei, dat laconieke kaartje. Ja, daar zie je gewoon aan dat die jongen gewoon heel goed kan voetballen als nu de Mos weer slordig is. En dat is Jorren van Hedel. Dan hoor je doelman Wouter van der Steen weer roepen, Jorren, concentratie, concentratie. Waar we tot nu toe vooral zien, en we hebben 13 minuten en 20 seconden op de klok staan, dat het vooral heel veel strijd is aan allebei de kanten. Maar tegelijkertijd ook heel veel onzekerheid. Dus Junior van der Velde is nu die goed ingrijpt met de slordigheid. En als we dan één ploeg aan moeten wijzen die net iets makkelijker voetbalt, dan is het tot nu toe Topos. Wat meer bal is inderdaad voor Topos, want dan was daar inderdaad slordig in. Ik moet wel zeggen, Junior van der Velde ten opzichte van maandag wel een stuk feller. En wil zich herpakken. Was denk ik niet helemaal tevreden over zijn spel. Hier weer knap gedaan van Os, die toch wel Den Bosch wat verrast in de openingsfase. Inmiddels zitten we al in de 13e, 14e minuut. Dus die openingsfase is al een stukje voorbij. En Den Bosch krijgt die grip nog inderdaad niet echt. En dan is het toch een beetje tot nu toe Os dat het meest gevaarlijk is. Nog geen kansen echt voor FC Den Bosch. En wel meteen in het begin in de fase een schot gezien van Os dus. Vanaf de linkerkant was volgens mij Sanchez die wist te schieten. In de handen dus van Van der Steen. Nu weer Os met 14 Olivier Rommens. Krijgt hem bij Reemans. Gaat niet helemaal lekker, denk ik. En vervolgens moet Den Bosch dan weer oppassen. Os kan dan wel lang in balbezit blijven. Ook rondom de 16 van FC Den Bosch. Reemans laat hem lekker rondgaan. David nu aan die kant gekomen. Moet er wel terug. En dan moet Den Bosch proberen nu die bal af te pakken. Hongkamp moet er dan achteraan. Die moet helemaal terug. Moet helemaal terug. Dus dat is gunstig. Dan moet hij terug naar Geens. Geens wordt daar een beetje in de problemen gebracht. Maar daar voetballen zich dan toch nog uit. Kaak. En Kaak speelt daar dan zijn medespeler in. Dat is van de Stoei van den Herik. Nou, die maakt een heel indruk. De man van Os, hè, die daar al sinds jaar en dag speelt. Wordt dan wel onder druk gezet. En daardoor de ingooi voor FC Den Bosch. En die wordt genomen natuurlijk door Dwayne Green. Het is aan de linkerkant van het veld. In het beeld van Den Bosch gezien. Dat is Green die de bal gooit op Mario Klas. Mario Klas gaat terug uit via Junior van der Velde. En Junior van der Velde moet dan naar Wouter van der Steen. Dus het is een van de eerste keren dat Topos geen druk zet. En wat je eigenlijk ziet is dat allebei de ploegen hetzelfde willen spelen. Topos zet heel snel druk op de achterhoede van Den Bosch. En eigenlijk wil FC Den Bosch andersom hetzelfde doen. En dat was wat net Johan aangaf. Wat Jack de Gier vooral heel duidelijk coachte. Druk vooruit, druk vooruit, druk vooruit. En krijg je vooral heel veel duels op het veld. En tot nu toe vooral ook heel veel onzuiverheid in de passing. En welke ploeg komt dus uiteindelijk het eerste aan het voetballen toe. We zagen één schot op goal. Dat was een schotje van Rommens. Als nu de steekbal gaan komen op Postma. Postma, als die sneller is dan een directe tegenstander Niels Fleuren. Dat is hij. Daar komt die voorzet. Die bal valt net niet goed voor de voeten van Aanach. Maar die komt nog wel bij de bal. Aanach laat hem vallen op Valida. Valida naar Dwayne Green. Dwayne Green 1 tegen 1 aan de buitenkant. Maar passeert zijn tegenstander niet. Maar Den Bosch blijft in balbezit via Valida. Maar die moet haast wel terug. En dat doet hij via Aanach. Aanach kan hem laten vallen op Matzel. Dan kan Matzel opendraaien en ziet Romano Postema. Nee, gaat niet naar Romano Postema. Die gaat naar Jorren van Hedel. En dan zijn we weer terug op de helft van Den Bosch. En kan Topos weer een meter of 20 verder naar voren stappen. Is het Junior van der Velde in balbezit. Maar dat is 10 meter buiten zijn eigen 16 meter. Nu wel Os wat lager op het veld. Dus wat minder druk. En dan kan Den Bosch misschien gaan aanbouwen aan een aanval. Zoals zojuist. Dat was uitstekend gedaan. En die eindpaas was net niet goed genoeg. Van der Velde speelt dan weer Aanach in. Dat moet veel via Aanach. Dat is ook wat de Gier eigenlijk poogt te bereiken. Nu verliest hij via Mario Klas wel weer de bal. En dan wordt de Gier ook kwaad op. Dat het wel te makkelijk gaat volgens zijn zin. Dat die bal niet zo makkelijk afgegeven mag worden. En dat is Os inderdaad alweer die het kan overnemen. Dit is toch wel het beeld van de wedstrijd. Dat Den Bosch te slordig is in die passing onderling. Dat Os heel snel kan overnemen. Tempo nu wat lager. Achterin nu bij Van der Velde weer. En die krijgt veel de bal. Nu Deil vanaf het centrum. Die komt natuurlijk ook niet aan de rechterkant om op te stomen. Misschien dat ze nog een keer gaan wisselen. Inmiddels gaat hij via het centrum dan het maar proberen. Kaats met Meerveld komt ook niet aan. Dan is het weer ingeleverd. En dan moet oppassen voor de counter van Os. En dat is goed gedaan daar. Die komt op Miltz. Steekbal. Green is erbij. Die steekbal is goed. En het schot direct genomen. Was dat Reemans? Ik denk het wel. De topscorer. Nee, Livio Miltz. Het was Miltz. Nee, het was toch Reemans wel die daar schoot. Ja, want die stond daar natuurlijk als een dubbeltje uit een doosje. Stond hij daar in één keer in het midden in plaats van aan de linkerkant. Rechterkant moet ik zeggen. Dus oppassen geblazen over en de doeltrap is alweer genomen door Van der Steen. En Van der Steen gaat nu voor de korte bal op Mats Deil. Mats Deil gaat dan kijken of hij de bal kan opbouwen en dat moet dan via Van der Velde. Ja, want Olivier Miltz is nou ineens weer aan de rechterkant opgedoken hier tegenover Dwayne Green. En zo leidt dat die hele voorhoede van Topos tot nu toe vooral een zwervend bestaan. En ze lopen vooral tussen de linies en dat brengt de achterhoede van Den Bosch tot nu toe in de problemen. Aanach, en die zakt vooral veel in naar het middenveld en daar
daar denkt David van, nou, jij mag van mij daar de bal wel ophalen. Tot nu toe is het daar niet gevaarlijk voor mij. Ah, nog geen balbezit. Paast Hornkamp in. En Hornkamp is de spits van FC Den Bosch, maar staat nu rondom de middenlijn. En wordt dus gedwongen om die bal terug te pasen op Mats Deil. Mats Deil die kijkt of hij die crossbal kan gaan geven. En is het heel duidelijk wat Topos doet. Die zetten vooral druk op Junior van der Velde. Op het moment dat Mats Deil de bal heeft, gebeurt er niks. Maar op het moment dat Mats Deil de bal richting Junior van der Velde paast, dat is het moment voor Topos om druk te zetten. En dat resulteert nu weer in de balverovering. Want die bal gaat via Junior van der Velde over de zijlijn. Betekent dat David mag gaan gooien. Kijk ik uit mijn rechterooghoek en zie ik dat Cambuur op een voorsprong is gekomen bij Volendam. En Telstar Jong Utrecht, daar is het inmiddels 0-2 geworden. En ook, om het helemaal compleet te maken, Almere City tegen NEC Nijmegen. Daar is het 1-0. Maar hier in de Vliert, Johan, is het nog steeds 0-0. En 18 minuten en 30 seconden staan er op de klok. Ja, dan lijkt het wat meer in balans te komen nu tussen de twee ploegen. Green gooit in een kaas aan met Postema. Die gaat naar Hornkamp en gaat weer over de zijlijn. Dan kan Green het nog een keer gaan proberen om in te gooien. Nu bijna helemaal op de zijlijn. Hij gaat kiezen voor om nu terug te spelen op Mats Deil of toch vooruit. Hij weet het eigenlijk niet zo goed. En we zien ook Jack de Gier voor het eerst in het begin van de wedstrijd wat drukker coachen. Dus die is niet echt tevreden, denk ik. En dat is ook wel terecht. Want de grip is er niet echt van FC Den Bosch. En nu ook weer slordig gedaan van Dwayne Green. Die een beetje de bal mist. En daardoor gewoon de bal zelf eigenlijk over de zijlijn tikt. En dan is de ingooi ineens voor Os via David op diezelfde plaats. En dat is natuurlijk voor Os een stukje verder vooruit naar het doel van Wouter van der Steen. En Os dat hier lang niet wist te winnen. Dat was voor het laatst in 2014, 2015. Toen werd hij 0-1 door Jonathan Opoku. Die kennen we vast nog wel. Laten we hopen dat het daar dan echt gaat blijven. Maar voorlopig is het ook niet echt een Bos dat kan pretenderen op een voorsprong. Geens nu aan de bal. Die kreeg de bal na een mislukte voorzet van FC Den Bosch. En is het aan die kant daar, nummer 14. En dat is Olivierom. Dus hij moet goed kijken. Het is 10 en 14. En dan moet ik het op een moment toch wel weten, denk ik, Edwin. Ja, als ik dan terugdenk aan die 0-1 die jij zegt. Dat was die verschrikkelijke zaterdagmiddag hier in de Vliert. En daar wil niemand meer aan herinnerd worden. Als we maar naar het veld gaan kijken. En daar is Mart Reemans. Niet Mart Reemans. Het is Milts weer. Die teruguit moet richting Leon Kaak. Leon Kaak paast de bal richting Philip Rommens. Philip Rommens dreigt daar de eerste hoekschop. Nee, het dreigt niet de eerste hoekschop, want die bal gaat over de zijlijn. Betekent dat het via Joshua Sanchez Topos is dat in balbezit is. En die mag gaan gooien. En dat mag je doen ter hoogte van de 16 meter van FC Den Bosch. Dus op de helft van Den Bosch kan Topos voor gevaar gaan zorgen. Van der Heijden komt in de bal. Past hem terug op Sanchez. Dan wordt Sanchez gedwongen om helemaal terug te gaan. En dan moet het via Kaak helemaal terug naar de eigen helft. Is het Fleuren. Fleuren die kijkt of hij nog vooruit kan. En dan moet FC Den Bosch opletten dat de restverdeling goed is. Oeh, Fleuren zag niet dat de bal, en dat is dan de positie waarin wij zitten. Fleuren zag niet dat de bal richting Van der Heijden kon. Die over Mats Deil heen leek te lopen in de diepte. Maar die koos voor een bal breed richting Olivier Rommens. Olivier Rommens die moet terug via Rick Stuy van de Herik. En dan is het balbezit voor Topos. En Topos en Johan die reageert van... Johan reageert, oeh, kijk, Den Bosch zet druk. Maar ik vind dat Topos tot nu toe zich daar heel makkelijk onderuit voetbalt. En dit moment ze had het... hier echt wel in de problemen. Even. Ja, wel in de problemen, maar ze worden gered door scheidsrechter Alex Bos. Ja, want Den Bosch zat, het werd een beetje rondspelen achterin. Ja, dat is soms vragen een probleem. Nou, dat gebeurde ook, maar het ging iets te fel. Dus inmiddels gewoon weer het balbezit voor Topos, ik wou bijna zeggen FC Os. Nou, dat is toch al een tijdje terug. Weer met Sanchez en ook weer terug naar Fleuren. En dan moet het via Rommens dan weer opgebouwd worden. Dat is de andere Rommens, die Philip Rommens. En die probeert dan daar Sanchez te bereiken. Je ziet dat hij daar niet gewend is om te spelen. En dat die bal dan gewoon aan Den Bosch wordt geschonken over de zijlijn. En ingooien is al genomen door Posten, maar wel terug naar Van Hedel. Die moet helemaal terug naar Van der Steen. Die voelt ook meteen druk van Van der Heijden. Daardoor gaat hij lang. En die lange bal gaat op Hornkamp. Hornkamp gaat dat kopduel niet aan, want hij neemt die bal gewoon keurig aan. Klas naar Valida. Valida weer terug naar Deil. Deil in de rug, moet oppassen. Werd hij op tijd gecoacht, gelukkig. Anders was het zo Dennis van der Heijden die bal af kan pakken, op kan pikken. En richting Van der Steen kon lopen. Van der Velden nu met een crosspaas, dat zien we graag. Die komt ook wel redelijk aan bij Posten, maar wel... achter hem eigenlijk een beetje. Dus dan moet hij toch ook weer terug naar Van der Hedel. Van Hedel, Deil. Dus een beetje breien wat er nu gebeurt. En voorlopig nog niet echt gevaarlijk kan worden. Klas, weer terug naar Van Hedel. Van Hedel zoekt dan naar de opening. Hier wil iemand iets forceren. Dat is Meerveld, lukt niet. En dan is de bal alweer voor Os. En dan komt die counter er al meteen weer aan.
Klas probeert dan druk te zetten. Ook Aanacht nu. En dan wordt het, die counter gelukkig alweer weer eruit gehaald. Maar het is wel oppassen geblazen voor FC Den Bosch. Topol speelt zich er net iets makkelijker onderuit onder dat druk zetten. Dan zeg ik niet dat Top tot nu toe de overhand heeft. Maar het is net voetballend op het moment dat het druk zet wel iets beter. Rommens in de 16 meter van Den Bosch. Met de bal komt daar de 1-0 aan. Nee, komt niet de 1-0 aan. De bal van Rommens over de grond kwam bij Van der Heijden terecht. Maar Joren van Edel is het die dat schot blokt. Maar het blijft Topol in balbezit. Als de paas in de diepte van Stuy van de Herik is op... Een van die twee Rommens, en dit is Olivier Rommens, maar die gaat onder de bal door met een klein slim zetje van Dwayne Green was het. Waardoor de bal over de achterlijn gaat en Wouter van der Steen de bal mag gaan nemen, de achterbal. Doet dat via Junior van der Velde. Je merkt dat Top Os bij het druk zetten van Den Bosch iets rustiger is aan de bal. Wat er meer aan voetballen toekomt. En wat ze vooral ook doen, is het op het moment dat de voetballers van Den Bosch in balbezit komen. Bijvoorbeeld een Ringo Meerveld. Ja, dan wordt er zo fel druk gezet. Is er te weinig beweging bij Den Bosch. Dat Den Bosch tot nu toe nog niet echt voor gevaar aan de kant van Os heeft kunnen zorgen. Maar Den Bosch krijgt wel net iets meer grip op de wedstrijd. Laten we hopen dat het nu ook voetballend wat beter gaat. Als de bal is van Mats Nijl op Jesse Hoornkamp. Jesse Hoornkamp wint dat wel. Dan komt die bal bij Romane Postma. Romane Postma maakt Klas. Klas moet terug richting Kevin Vlier. En als het nu een tempootje hoger gaat, kan het misschien gevaarlijk worden via Aanacht. Aanacht richting Junior van der Velde. Een meter of 15 op de helft van Topos. De bal richting Aanacht rondom de 16 meter van Topos. Dwayne Green kan met de voorzet gaan komen, maar wacht net te lang dat David voor hem staat. Gaat nu de, richting de 16. Aanacht rondom de 16 van Os komt daar de voorzet. Nee, komt niet de voorzet, want die bal wordt geblokt door David. Maar belandt hij wel in de voeten van Kevin Vlida, is het de doelman van Os. Die roept Geens, maar die riep net iets laat, waardoor Stuy van der Herik kiest voor de bal in de diepte. En Den Bosch komt steeds iets beter in de wedstrijd. Nu is het nog wachten op het eerste gevaar. Maar Den Bosch is wel in balbezit via Junior van der Velde. Ja, een nieuwe aanval moet dan geboren worden via Mats Del, die natuurlijk niet nu aan de rechterkant kan opstomen, wat we zo graag van hem zien. Ja, dan moet hij het vanaf het centrum doen. Nu weer een goede bal daar van der Velde op Aanacht. Aanacht met wat ruimte voor zich nu. Kan hij dan de steekbal geven? Ja, prima gedaan op Hongen. Kan wel aan de linkerkant van het strafschopgebied. Maar helaas buitenspel. Ja, dat is van ons, vanuit ons hier niet te zien, want wij zitten echt aan de rechterkant op de eretribune eigenlijk aan het stadion. Dus dat kunnen wij niet zien als het daar buitenspel is. Was wel een aardig paasje daar van Aanacht, maar dat was net te laat waarschijnlijk, omdat Hongerkamp daar buitenspel stond. En dan is de vrije trap dus voor Os in het eigen 16 meter gebied. En die wordt ook genomen gewoon door Bo Geens, de doelman van Top Os. En die gaat op zijn dooie akkertje daar naartoe. Die vindt het wel even prima, denk ik. Den Bosch zet dan ook nu hoogdruk daar op Os. Dat wil de Gier ook graag. Dan moet hij ook lang. En dan zegt hij ook tegen zijn spelers. Jongens, loop maar door. Dan ga ik die bal lang spelen. En daar komt die bal. En die gaat op zoek naar Van der Heijden. Die hoeft daar niet aan te komen. Want het is Mats Del die dan de bal gewoon op kan pikken. Mats Del vanaf het centrum zoekt naar de vrije man. Wie gaat die aanspelen? Zoekt naar wat mogelijkheden. Naar wat creativiteit misschien. En die is daar wel aanwezig bij Aanacht. Daar komt die Aanacht. Dwayne Green moet dan wat meer snelheid maken naar mijn mening. Doet hij niet. En dan komt hij twee man tegen. Eerst daar nog Reemans. Die deed ik dan ook mee. Aanacht. Via een crosspaas aan de andere kant. Probeert Postema te bereiken. Sanchez is daar dan eerder bij. En dan is de ingooi daar wel voor Den Bosch. Den Bosch komt in balbezit. En Den Bosch kan gaan voetballen op het moment dat Mats Del de opbouw kan gaan verzorgen. Want dan komt er vaak een voetballende oplossing. En wat ik al eerder zei, op het moment dat er op Junior van der Velde druk wordt gezet, komt er een paas uit nood, komt er net iets onzuiverder. Junior van der Velde zit dan niet in zijn comfortabele positie. Het is veel meer een mandekker en Mats Del is veel meer de voetballer van het stel. Als het Jesse Hoornkamp nu is met de kaats, maar die valt niet goed. Beland in de voeten van Dennis van der Heijden. Dennis van der Heijden laat de bal vallen op Rommens. Rommens met de bal in de diepte. Dan is het Van der Heijden die feller is dan Mats Del. Dan wordt er een overtreding gemaakt op Mats Del. Maar dat fluit de scheidsrechter niet voor, leek het op gestrekt been en moet die bal over de zijlijn. Via Wouter van der Steen gaat scheidsrechter Alex Bos kijken bij Mats Del. En dan houden wij ons hart altijd vast, hè? Mats Del, die van de week ook al zo schrok toen hij ogenschijnlijk geblesseerd raakte. Nu weer blijft liggen, Edwin, en ja, ziet er niet goed uit, hè? Ja, ik denk dat hij, als ik zo zijn reactie zie, dat hij weer omhoog gaat. Ja, het is zo'n bal die tussen twee spelers invalt. En dan is op dit moment Van der Heijden net iets feller, net iets scherper. Gaat er dan misschien wel met gestrekt been in, maar dat is te veel of te ver weg voor ons. Ik denk dat de schreeuw harder was uiteindelijk dan de pijn. Want de bal die gaat teruggegooid worden door Mart Reemans. Sportief als hij is, komt hij bij Wouter van der Steen. Wouter van der Steen paast op zijn beurt Junior van der Velde in. En kan Den Bosch aan een nieuwe aanvalsopzet gaan denken. Ja, en dan gaat het nu gelukkig dus via Mats Del. Je wordt daar direct onder druk gezet daardoor Van der Heijden. Dus dan gaat hij naar Van Hedel. Dan moet weer terug naar Van der Steen. En dan zal hij waarschijnlijk weer naar Van der Velde gaan. Ja, zeker Van der Velde. En dan moet Van der Velde met het idee komen. Die laat ze ook lekker voetballen. Geeft nou zo'n lekkere paas. Die heeft hij wel in de voet als het moet. Hij gaat via Green. En nu weer niet helaas.
En dan wordt Jack de Gier ook woedend nu. Want die paas die mag hij niet geven daarop op de Wenger. Hij wil natuurlijk die crosspaas. Ja, maar je ziet gewoon heel duidelijk wat Os doet. Os laat Junior van der Velde vrij op het moment dat hij de opbouw moet verzorgen. Of gaat druk op hem zetten. Zodat hij op een gegeven moment een bal uit de nood moet spelen. En dat doen ze niet bij Mats Del. Nee, en je ziet ook dat de ontevredenheid aan de schreeuw van Van der Gier. Dat hij niet blij is met de keuzes dus van der Velde. Nu Klas, die dan daar knap uitvoetbalt aan de linkerkant van het veld. Gaat hij nog een keer proberen. Versiert dan wel daar prima een ingooi voor FC Den Bosch. Want dat was denk ik het maximaal haalbare. En dan zijn ze toch een stuk opgeschoven. En dan gaan we kijken of Dwayne Green die bal kan inbrengen. En gevaarlijk kan laten worden voor FC Den Bosch. Arnach, Green. Gaat hij voor de voorzet? Nee, die speelt af op Hoornkamp. Hoornkamp naar Arnach. Arnach zoekt dan. Hij gaat er misschien wel schieten. Nee hoor, dat is iets te ver. Wat gaat hij doen? Hij weet het eigenlijk zelf niet. Prima bal daar op Dwayne Green. Goed gezien, mooie steekbal. Maar dan moet Green met die voorzet komen. Komt er niet. Dan kan Arnach nu dan die voorzet geven. Nee, hij gaat schieten. Oh, en die is niet scherp genoeg. Die vliegt gewoon over. Wel een keer een schot uit de tweede lijn van FC Den Bosch. Op zich prima, maar dit schot was beneden van wat je er verwacht. We wachten nog op het eerste schot van FC Den Bosch op doel. Laten we dat. Ik vind het wel vooral verrassend dat Dwayne Green niet koos voor de voorzet. Waar toch duidelijk Jesse Hoornkamp en Romane Postema in de 16 meter te vinden waren. Als het de dultrap is van Bogeens en Den Bosch ook weer hoog druk zet. Waardoor er weer een lange haal van Bogeens moet komen. Den Bosch laat Os niet meer opbouwen en probeert vanuit de tweede bal te voetballen. Maar dan moet je die bal wel winnen en dat gebeurt niet. En dan kan het nu gevaarlijk worden aan de andere kant. Via Rommens. Rommens laat de bal vallen op broertje Rommens, die de bal in de diepte en lijkt Van der Heijden buitenspel te staan, maar die bal slim lopen voor buitenspeler Reemans. Niet voor Reemans is die Sanchez, want Reemans is weer in de 16 meter te vinden. Van der Heijden laat de bal vallen op Rommens. Rommens naar de buitenkant, naar David. Kan die voorzet komen en kan het nu wel eens gevaar worden? Nee, kan geen gevaar worden. Alhoewel, nee, Dwayne Green houdt die bal binnen. Die bal gaat wel of niet over de zijlijn. Ja, die bal gaat wel over de zijlijn. Is het Topos dat mag gaan gooien. En dat doet het in de persoon van Olivier Rommens. En dan kun je het irritant vinden wat je wil. Want ik hoor jouw lachje. Maar dan is het Arnach die even voorkomt dat die inworp snel genomen gaat worden. Dat is natuurlijk niet irritant in dit geval. Nee. Tik je een heel klein dat balletje. En er is geen scheidsrechter die daar een kaart voor geeft. Maar die bal die gaat even weg. Oftewel, Den Bosch heeft de kans om goed te gaan staan. En dan is het wel de inworp voor Topas in de persoon van Reemans. Reemans wordt verdedigd door Dwayne Green. De bal over de zijlijn. En ter hoogte van de hoekvlag van Den Bosch mag Topas gaan gooien. Ja, en dan is het heel slim inderdaad van Arnach wat hij daar deed. Maar nu moeten we opletten op de volgende mogelijkheid misschien van Os met die Rommens. En dan is de ingooien wordt geappelleerd. Van wie is hij nou? Nou, dat kunnen wij absoluut vanaf hier niet zien. Maar hij krijgt toch de bal naar Os met duidelijk David. De Bosch. Ja, en het is, dat was voor de Bosch natuurlijk. Hè. Terwijl er hier iets voor ons neus staat dat we niet kunnen zien. Dan wordt dat een vangbal van de Steen. Nee, maar hij houdt hem wel binnen. Hij laat hem ook los de bal. En dan moet hij hem met de linker schiet en dan moet hij oppassen dat hij daar op tijd terug is in het doel. Wouter van der Steen die daar een beetje het loopt te vervelen eigenlijk. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Aan de andere kant nu Meerveld die niet in balbezit kan blijven, maar wel via een Osbeen, nee toch een Bosbeen, de ingooi weer aan Os moet schenken. Dan is die bal toch echt te kort in de ploeg van FC Den Bosch om echt gevaarlijk te kunnen worden, Edwin. Als ik dan vroeger in de goal stond en jij hebt een broertje dat ook gekiept heeft, dan hadden we het hier vooral over hete ballen. Ja. Want hij liet hem wel heel snel los, maar uiteindelijk kwam alles goed. Ik kon aardig mee voetballen, weet ik nog, maar ik was zelf ook keeper en dat werd lastig hoor, kan ik je vertellen. Ik ga het er niet meer over hebben, over die tijd. De inworp is voor Topos en dat gebeurt ter hoogte van de middenlijn. Als het Van der Heijden is die de bal door lijkt te koppen, maar zijn hoofd dusdanig heeft staan dat die bal over de zijlijn gaat, is het een bos dat mag gooien. In de persoon van Dwayne Green. Dwayne Green zoekt de diepte richting Arnach. En Arnach moet dan die bal door gaan koppen. Misschien is het verstandiger als Jesse Hoornkamp die bal gaat doorkoppen. En dan Arnach die bal kan gaan krijgen. Ja, dan komt inderdaad Jesse Hoornkamp alsof je het gehoord heeft. Maar die laat de bal vallen op Romane Postma. En die wint het kopduel. En is het Arnach in de diepte. Arnach in de diepte met de bal op Meerveld. Meerveld kan de bal steken op Postma. Kan daar het eerste gevaar van Den Bosch aan. Hij komt in de 16. Komt de voorzet. Nee, die bal is net te onzuiver. Gaat via het been van een van de Osse verdedigers. En ik denk dat het kaak is over de achterlijn. Betekent dat we de tweede hoekschop aan de kant van Den Bosch mogen gaan noteren. En zal het Arnach zijn die met die bal richting de zijkant, richting de hoekvlag gaat lopen. Als we de Razo Mareo Klas in de 16 meter een beetje zien vervelen rondom de doelman Bogeens van Topos, die net die bal heel makkelijk kon pakken. Eens kijken wat deze hoekschop nu gaat doen. Met de rechtervoet gaat Arnach die bal in de 16 meter brengen. Als Junior van der Velde is, Mats Del in beweging, komt die hoekschop, maar die landt op het hoofd van Niels Fleuren. Is het wel Jes Hoornkamp die het duel kan winnen en Den Bosch in balbezit houdt, maar Jorren van Hedel is slot.
slordig en verliest die bal. Moet het dan herstellen, dat doet hij goed. Maar wordt wel helemaal gedwongen om terug uit te gaan. En via Kevin Vlida gaat het dan helemaal terug uit richting doelman Wouter van der Steen. Ja, en dan is het oppassen op jammer, want dan had meteen een directe opnieuw aanval in kunnen zitten. Daar wel een overtreding gemaakt door Sanchez. Die springt gewoon, die gebruikt daar his Hoornkamp als een soort trampoline. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus de vrije trap is voor FC Den Bosch op de helft van Os aan de rechterkant. En die is nu al genomen daar door Hoornkamp. En die wordt gespeeld dan Van Hedel. Maar Van Hedel gaat dan helemaal terug naar Deil. Ook helemaal achter Deil gespeeld. Den Bosch moet toch meer lef tonen, denk ik. Om dan toch door die verdediging van Os heen te prikken. Dat toch goed staat door Os. En daar heeft Den Bosch dus de nodige moeite mee. Green nu aan de linkerkant. Hij heeft veel in balbezit aan die kant. Hij moet dus opstomen. Dat doet hij ook nu over de middenlijn heen. Krijgt dan de bal terug van Klas. En nog een keer. Dat doet Klas uitstekend daar. Goed gedaan. En dan kan Green zo het 16 meter gebied in. Ja, dan komt hij weer iemand tegen. Dan is hij te laat met de paas. En dan wordt hij eruit gehaald. Geblokt daar door Os. En dan weer geen voorzet van FC Den Bosch. Dat eigenlijk nog geen schot op doel heeft. Dan gaan Van der Velde en Reemans elkaar vasthouden. En dan krijgt Reemans daar Van der Velde op zich af. Dan zitten ze elkaar wat duwen en te trekken. Laat scheidsrechter Bos het gaan. Overigens, scheidsrechter Bos 3 keer eerder Leidsman bij FC Den Bosch. En nog geen enkele overwinning behaald onder zijn leiding. Het was pas 3 keer. Dus laten we hopen dat het vandaag anders gaat lopen. 3 keer dit seizoen dan? Of? 3 keer in totaal Den Bosch gefloten. Ja, dus zo lang loopt hij nog niet mee. Nou, sommige statistieken kun je van mij achterwege laten, maar ook even weten nu. Ja, je weet nooit. Hij zegt iets, dan zou je toch de eerste overwinning over Bos kunnen hebben. En hij bespaart hier ook beide heren, hè, want die krijgen allebei geen kaart. Nu is het oppassen geblazen met Sanchez aan die linkerkant. Die stoomt er daar vaak mee op. En dan Milts, komt hij daar voorbij aan Postema. Ja, nee, maar die schenkt de bal weer terug aan Sanchez. En dan is het telkens oppassen op Den Bosch, dat toch een stuk gevaarlijker is in de 16 ook dan Den Bosch. En geen corner krijgt, maar wel een doeltrap voor Van der Steen, gelukkig voor ons. Je zegt precies goed, als Os richting de 16 van Den Bosch komt, is het inderdaad net iets gevaarlijker van Den Bosch. Zonder dat tot nu toe in echt grote kansen heeft geresulteerd. Een schotje binnen 2 minuten in de handen van Wouter van der Steen, waar hij eigenlijk weinig moeite mee had. Maar Den Bosch is tot nu toe nog niet gevaarlijk geweest. Marcel, nou, ik denk dat daar de eerste gele kaart aan gaat komen. En die is dan voor de buitenspeler aan de kant van Topos. En dat is Livio Milts, die daar de gele kaart ontvangt naar de overtreding op Mats Deil. En is Alex Bos voorkomen die terecht, dus... Ja, een voorkomen terechte overtreding. Vind ik tegelijkertijd een domme overtreding. Bijna op de 16 meterlijn van Den Bosch ga je een sliding maken. Nou, oké, okay, hij zal wel gedacht hebben, ik kan in balbezit komen. We kunnen in ieder geval de eerste gele kaart noteren van de wedstrijd. In een wedstrijd die tot nu toe overigens heel erg sportief is. Want er zijn tot nu toe amper overtredingen gemaakt. Mats Deil met de crossbal op Dwayne Green. Dwayne Green die ineens 1,30 meter vooruit kan maken. Maar dan wel moet zorgen dat hij de bal goed aanneemt. Maar gebruikt de kaats met Soufiane Anag. Anag met de bal via Green richting Jis Hoornkamp. Jis Hoornkamp is slordig. En is het wel Moreo Klas die de bal verovert. Is er gewoon een overtreding gemaakt. Scheidsrechter Alex Bos. Want dit heeft niks met voordeel te maken. Er wordt gewoon vastgehouden. En daardoor kan Moreo Klas niet door. Maar is het nu wel Dennis van der Rijn. Van der Rijden die sneller is dan Junior van der Velde. Maar Junior van der Velde herstelt het goed. En past de bal terug richting Wouter van der Steen. Die met een lange bal moet komen op Ringo Meerveld. Als die open kan draaien. Nee, die kan niet open draaien. Want die maakt een overtreding uiteindelijk. Maar scheidsrechter Bos geeft voordeel. En dat brengt Topos in balbezit. Ja, en dan fluit hij eigenlijk consequent voor beide overtredingen niet. Dus wat dat betreft is dat dan wel weer eerlijk. Bogeen is inmiddels aan de bal. Die krijgt daar alle nacht voor hem. Maar hij schiet daardoor die bal lang weg. Van Hedel. Kopt dan wat door. Daar ook Meerveld. Krijgt hem wel bij Postema. Maar krijgt hem niet lekker onder controle. Moet dan weer terug naar het midden. Via Valida. Maar die 1-2 is prima. Uiteindelijk zoekt hij naar de vrije man. Dat is dan Van der Velde. Die wordt weer ingespeeld. Moet dan opstomen. Moet oppassen dat Van der Heijden die bal niet af kan pakken. Aan de linkerkant aangespeeld. Dwayne Green. Dwayne Green komt nu wel met de voorzet. Is die goed? We gaan kijken. Nee, er is niemand van Den Bosch bij. Fleuren kopt hem wel weg. Milts en Sanchez kunnen heel rustig uitverdedigen. En dan mag Den Bosch het waarschijnlijk nog een keer gaan proberen met Mats Deil. Die kiest dan voor de bal hoog in te koppen. Krijgt hem dan net zo hard weer terug. Nu via de borst. Dan aan de rechterkant bij, van, bij Meerveld. Ja, het is niet Van Hedel. Want die was helemaal daar naartoe gekomen. En dan de rust weer bij Van der Velde. En dan zien we dat Van der Velde... Ja, die moet het dan gaan bedenken van Velida. Want die kaatst hem op Velida. En die krijgt hem ook direct weer terug. Klas nu aan de linkerkant. Dan staat Green daar ook goed te wachten. Die speelt wel weer een 1-2 met Moreo Klas. Dat is in ieder geval de bedoeling. Maar die krijgt hem daar dan niet. En dan is het oppassen. Van der Velde wordt dan weer onder druk gezet. En verliest weer de bal. En dan is het oppassen geblazen. Want dan is hij daar natuurlijk weg. Reemans gaat helemaal via de andere kant. Goed gezien. Die bal is niet goed. Gelukkig kan Van Hedel dan gevaarlijk worden. Dan moet hij snel door omschakelen. En Van Hedel deed dat helemaal niet goed aan die kant. Die speelt wel iets minder, vind ik, dan afgelopen week tegen de Go Ahead Eagles.
wat meer balverlies. En dan is die rechterkant eigenlijk niet gevaarlijk genoeg. En ook die linkerkant van Den Bosch niet. Om dan echt met voorzetten te kunnen komen op Horenkamp. Die weinig aanvoer krijgt, naar mijn mening. Nu weer Os. Oppassen geblazen dan. Reemans wordt aangespeeld. Buitenspel. Buitenspel. Ja hoor. En buitenspel. Dus even de rust bij Den Bosch. Herpakken weer. Ja, vind ik zo'n onzinregel. Ja, buitenspel is buitenspel. Maar dat je dan moet wachten tot de speler in balbezit komt. Terwijl je duidelijk ziet, hij gaat uiteindelijk in balbezit komen van Mart Reemans. Maar bij gebrek aan ballen, jongens, nou is het helemaal niet erg. Want hij moet eerst een meter of 10 uiteindelijk lopen om die bal te halen. En dan raakt hij die bal aan. En dan steekt scheidsrechter of grensrechter Ozinga zijn vlag omhoog. Als het Den Bosch is in balbezit via Joren van Hedel. Joren van Hedel die dan een paar meter kan gaan maken. En kijkt of Jis Hoornkamp in de bal komt. Maar dat gebeurt niet. En gaat het dan via Mats Deel. Mats Deel kan gaan openen als Dwayne Green breder gaat lopen. En dat gaat nu gebeuren via Anach. Anach richting Dwayne Green. Nee, niet richting Dwayne Green. Draait andere kant open. En daar loopt dan Romano Postma. Romano Postma 1 tegen 1 tegen Sanchez. Praast Horenkamp in. Horenkamp dan met het schot. En daar is het eerste schot van Den Bosch binnen de palen. En een goeie. En dat is het schot wat Bogeens dwingt tot een aardige redding. Het schot, dat was van Jis Horenkamp. En dan zie je op het moment dat Den Bosch sneller de bal van richting verandert. En dat komt op het moment dat de spelers in balbezit komen die het spel ook kunnen verplaatsen. In dit geval was het Anach. Dan kan Den Bosch gevaarlijk worden. En het is een beetje hetzelfde als afgelopen maandagavond tegen Go Ahead Eagles. Via de buitenkanten, waar de backs hoog opkomen. En waar Postema bijvoorbeeld zorgt voor gevaar. Als de hoekschop is voor Den Bosch, de derde. En Anach staat achter de bal. Anach staat klaar en die heeft een prima corner in huis. Dan gaan we kijken of dit ook gaat lukken. Die komt hoog. Die komt daar ook bij Horenkamp. Die kopt hem dan eigenlijk over. Dat is jammer. Ja, het schot van Horenkamp ook wel een prima redding, moet ik zeggen, van Bogeens. En dan ga ik ook even terugdenken, ook weer aan maandag, dat Jay Gorter eigenlijk persoonlijk voor zorgde dat Den Bosch niet meer dan 3 keer wist te scoren. Laten we hopen dat hij nu weer tegen zo'n keeper aanlopen. Dat die alles eruit gaat houden. Maar dit was in ieder geval de eerste echt goede kans voor FC Den Bosch. En ja, hoop doet natuurlijk leven. Goed gecreëerd ook daar. En ook goed vrij goed gecreëerd. Dat schotkans eigenlijk zelf gecreëerd door Jis Horenkamp. Prima gedaan. En één, de beste kans gewoon voor FC Den Bosch. De doeltrap nu voor Geens. Die neemt de tijd daarvoor, terwijl de rust al in aantocht is. We zitten in de 40ste minuut. En dan gaat de tijd toch snel. Green komt daar niet voor Van der Heijden. Dus de bal is voor Os. Oppassen nu. Reemans krijgt hem ingespeeld. Maar wel wat tempo eruit gehaald, gelukkig. Omdat die bal achter hem was. Aan die kant wordt dan niemand bereikt. Maar Den Bosch krijgt hem ook niet weggewerkt. En dan is de bal daar aan die kant weer voor Van der Heijden. Die staat dan ineens aan de linkerkant. Sanchez ook weer mee opgekomen. Moet dan wel terug. En dan gaat Os het via een andere weg proberen. Helemaal terug naar Fleuren. Fleuren ziet dan niemand even als aanspeelpunt. En Den Bosch valt hem ook niet aan. Dus hij kan de tijd nemen. Nu wel druk dan van Den Bosch. Van Postema en Horenkamp. En dat is voldoende, lijkt het. Nee, want Velida en Postema lopen elkaar dan in de weg. En dan kan die bal gewoon teruggespeeld worden op Bogeens. En dan kan het via stuur van de Herik Os het opnieuw gaan proberen. Dat verder op dat schot na niet echt in de problemen is gekomen. Laten we hopen op een betere tweede helft. En inderdaad, die backs moeten het dan meer gaan doen. Terwijl de overtreding wordt gemaakt door Doraso Moreo Klas. En de vrije trap voor Os is. En dat is dan misschien weer op weg naar een gevaarlijk moment voor Os. Als ik even naar de andere velden kijk, heel snel Almere City NEC 1-0. Excelsior Jong PSV 0-0. Volendam Cambuur 0-2. De Graafschap Dordrecht 0-1. Helmond Jong AZ 1-0. Jong Ajax tegen NAC Breda 0-0. MVV Eindhoven 0-0 en Telstra Jong Utrecht, daar is het 1 tegen 2 als de vrije trap inmiddels genomen is. Dennis van der Heijden is die dat duel makkelijk wint van Mats Deel, maar wel zover dat hij ver buiten de 16 is. Maar het balbezit is voor Philip Rommens. Philip Rommens terug op Kaak. Kaak moet helemaal terug richting Stuy van de Herik. Stuy van de Herik die dan met de bal in de diepte komt richting Van der Heijden, maar die is veel en veel te hard. Verdwijnt dus gewoon in de handen van Wouter van der Steen, waar de klok inmiddels 41 minuten aangeeft. En ik keek net even naar het scherm van ESPN wat we hier naast ons hebben. Er kwam voor de eerste keer in het schakelprogramma iets vanuit de Vliert voorbij. Nou, dat was het opstootje dat we zagen tussen Junior van der Velde en volgens mij, ja, het was Reemans inderdaad. Nou, als dat een van de hoogtepunten tot nu toe is, nou, dan zegt dat misschien wel alles over de eerste helft. Twee ploegen die vooral heel veel strijd leveren en daar is het voetballend wat minder. Als de voorzet nu wel is richting Reemans. Reemans die het sprintduel wint van Dwayne Green, maar het sprintduel wel wint, maar de bal niet inhaalt, want die bal gaat over de zijlijn. De inworp is voor Den Bosch. We horen alles en iedereen hier schreeuwen in een leeg stadion. Is het Moreo Klas die de bal terugpaast op Wouter van der Steen, dat misschien iets eerder had kunnen doen, waardoor die Wouter van der Steen niet in de problemen brengt. Dat gebeurt ook niet, waardoor hij nu de bal in de diepte krijgt en het Anach is die het kopduel wel wint, maar Jis Horenkamp wint het duel daarna niet van een van de centrale verdedigers van Tobos. Maar die leveren de bal op hun beurt ook weer in
bij Wouter van der Steen. Ja, en we zien hier voor ons, opvallend, Frank Sturing warm lopen. Dan denk ik aan een tactische omzetting zo meteen bij FC Den Bosch. Misschien wel Mats Del naar de rechterkant. Inderdaad. Dat denk ik inderdaad. En dat zou ook niet onverstandig zijn naar mijn mening. Den Bosch nu wel nog in de aanval met Arnach aan de linkerkant. Arnach overheen komt dan Green. Daar krijgt hij de bal niet. Hij kiest om hem naar binnen te trekken. Maar dan komt hij daar verdediger van Os tegen. Dan moet hij toch nog naar de buitenkant. Want dan is het tempo natuurlijk helemaal uit. Komt ook geen voorzet. Overtraining niet gemaakt, niet gezien. In ieder geval voordeel gegeven door Bos. En die voorzet is niet goed. Helemaal niet goed. Ja, ik vind het ook geen voordeel. Want op die positie, daar aan de linkerkant van de 16 meter gebied, is het gewoon een vrije trap die je moet geven. Ja. Maar Bos kiest ervoor een voordeel te geven. En de paas uiteindelijk van Meerveld is bijzonder slecht. Daardoor een doeltrap voor Os. Daar kan Alex Bos uiteindelijk niks aan doen dat die paas van Ringo Meerveld heel slecht is. Maar het is geen voordeel. Op het moment dat je Dwayne Green daar de vrije trap geeft, kan dat voor meer gevaar zorgen dan de actie die nu Ringo Meerveld. Want die heeft gewoon twee verdedigers om zich heen. Als het Os is in balbezit, de klok die gaat richting de 43 minuten. De bal veroverd. Dan wordt er hens gefloten. Nou, scheidsrechter Alex Bos staat er dichterbij. Wordt er hens gefloten voor Joran van Nedel. Ja, je zegt het goed, Johan. We zien Frank Sturing warm lopen. Nou, dat is uiteindelijk een centrale verdediger. Kan dat betekenen dat Mats Del naar de rechterkant gaat? Kan haast niet anders, hè? Ja, of je haalt Joran van Nedel, net als afgelopen maandag, naar de linkerkant. En je gaat Dwayne Green wisselen. Dat zou ook nog een optie. Dat zou inderdaad ook een optie kunnen zijn. Ja, dus... Maar dat Sturing centraal gaat spelen, dat staat vast. Als Bo Geens is met de lange bal, die belandt niet op het hoofd van Junior van der Velde. Want die heeft zoveel tijd dat die bal op de knie kan laten vallen. En in de voeten van Joran van Nedel kan paas. Joran van Nedel op zijn beurt terug naar Wouter van der Steen. Wouter van der Steen die op zijn Anax heel lang. Die bleef rustiger dan ik, zou het zo zeggen. Ja. Ja, ik zag jouw beweging. Ik denk, was er aan de hand. Maar vertrouwen in Wouter van der Steen. Wouter van der Steen, als we de bal zien richting Dwayne Green. Dwayne Green, ja, die zit niet lekker in de wedstrijd. En vandaar dat ik die optie zijn met Joran gezien, van Nedel. Ja. Die kan ook gewoon naar de linkerkant gaan. Want hij die het afgelopen weken gewoon heel aardig deed. Anax met de bal in diepte. Nee, die is onzuiver. Die is onzuiver. Steekballetje had gekund op Jesse Hoornkamp. Maar de bal die beland tussen Stuy van de Heerik en Niels Fleuren en is te hard voor Jesse Hoornkamp. De klok zegt 44 minuten en 12 seconden. Het balbezit is voor Den Bosch. Ja, en dan zie je vaak ook van de Steen wel coachen naar Jesse, want Jesse Hoornkamp, en dan roept hij altijd Jesse, die is altijd heel snel teleurgesteld. En daar wil Van der Steen dan meteen weer uit roepen. Schreeuwen bij hem. Nou, dat lukt hem ook aardig wel. En nu Den Bosch weer in de aanval. Aan de linkerkant met Klas. Die steekt hem dan door op Mats Del. Die helemaal links buiten nu staat, lijkt het wel. Wordt dan wel de bal ontfutseld. En dan is de ingooi wel voor Den Bosch. Die heeft hij toch mooi versierd. En dan mag Green die ingooi daar wel gaan nemen. En dan kan Del weer terug naar zijn eigen positie. En ik denk dat hij in de tweede helft helemaal naar zijn eigen positie terug kan. De rechtsbackpositie. In ieder geval Arnach nu. Arnach krijgt die bal dus aangespeeld van Dwayne Green. Arnach moet dan voor de creativiteit en ideeën zorgen. Hij zoekt naar die opening. Met 1-2 met Moreo Klas. Doet hij knap hoor. En Moreo Klas wordt daar dan wel geraakt. Maar dat wordt ik te makkelijk. Ik zou omschakelen nu. Te makkelijk. Kijk. En omschakelen, dat gebeurt. Er komt Van der Steen daar wel uit. En dan, nou ben jij een beetje zenuwachtig. Maar hij bleef weer rustig, Van der Steen. En die kwam daar met bijna de middencirkel in, bijna ongeveer. En die pakte de bal wel, dus niks aan de hand hè, uiteindelijk. Nee, ja, maar ik zocht er ook van. Drie, ik zat toch te kijken bij die aanval. En de bal was alweer aan de andere kant. Nou goed, Velida komt hij dan aan. Of is het scheidsrechter Bos die een beetje meedoet? Nee hoor, het is toch Velida. Misschien nog een kans van Den Bosch. Die gaan we even meenemen. Goede bal daar zeg. Die komt niet aan bij Hoornkamp. Die was te kort. Ja, dat is dan een beetje gezichtsbedrog. Van Hedel die de bal ook weer verliest. Ja, ze zijn een beetje aan het solliciteren van wie wordt nou de wissel in de rust. Maar ze zijn er allebei wel rijp voor, lijkt het. Goed, dit is wel knap gedaan voor Ringo Meerveld. Die krijgt hem dan vervolgens niet bij een medespeler. Die slaat hem er wel knap naar door die verdediging heen. Daarom, hij was er twee kwijt, maar de derde, dat was er eentje te veel. Ik zag Wouter van der Steen uit een ooghoek al uitkomen en er lopen drie verdedigers bij. Dan vraag ik me altijd af, keeper, wat kom je doen? Maar uiteindelijk was hij op tijd bij de bal, was hij sneller dan Dennis van der Heijden. Dat betekent dat hij uit kon verdedigen als de lange bal is van Bo Geens. Die valt op het hoofd van Mats Del. En via Mats Del gaat het richting Joran van Hedel. Joran van Hedel is onzuiver in zijn passing, gaat naar Sanchez. En Sanchez speelt kijk aan de kant even, van Topos. En dan is het rust in de Vliert, want dan heeft het signaal van Alex Bos geklonken, zien we. Keeperstrainer John Vos met de welbekende papieren van alle spelervattingen waarschijnlijk het mapje staan richting Frank Sturing. Weten wij één ding zeker, Frank Sturing die gaat dadelijk aan de tweede helft beginnen, maar voor wie? Maar nog heel even over die keeper, want Van der Steen die kwam uit, moest je niet even denken aan Spanje? Was wel gezien, dat deed hij gelukkig niet hè? Nee, laten we daar niet over hebben. Okay. Nou, we zien u zo meteen weer terug, fijn dat u luistert en we gaan het meemaken de tweede helft met misschien wel de overwinning van FC Den Bosch. Tot dadelijk! I've been stuck on your memory, but it's not like I need it. And you may have some history, but we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the peace.
For the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like
like a blazing flare. Pointing, blaming you, you did not know. I love you so.
Terwijl het nog rust is in de Vliert. En we Frank Sturing warm zien lopen. Die gaat in ieder geval dadelijk invallen, want die heeft zijn volledige tenue al uit. Of aan en zijn trainingspak uit en de rest van de spelers van FC Den Bosch. Wat ik opvallend vind, dat er geen enkele speler van Top Os, wisselspeler op het veld, een beetje een balletje aan trap is. Die zijn allemaal binnen. En Frank Sturing die gaat eigenlijk in ieder geval invallen. Frank Sturing, Edwin, die zal met veel vertrouwen gaan spelen natuurlijk met zijn doelpunt kerstvers Canadees International. Ja, dat is ook niet de minste, allerminste ploeg natuurlijk. Dus ja, ik denk dat hij veel vertrouwen heeft. En gescoord, hoorde ik jou zeggen. Ja, de 1-0 van de 11 dan wel. Maar goed, toch lekker dat je dan die 1-0 maakt als je 11-0 wint en niet die 11e. Eerst is altijd het belangrijkste. Terwijl we nu zien dat vanuit de tunnel Jack de Gier vooraf gaat aan de spelers. Schrik niet van Top Os, want achter hem aan komen Fleuren en Stuyven van de Heerik. Maar Jack de Gier maakt zijn stapjes richting Frank Sturing. Kunnen wij dadelijk gaan kijken wie er aan de kant van Den Bosch is binnengebleven. En het zou ons gek lijken als dat niet Jorren van Hedel is. En als we Dwayne Green het veld op zien komen, die zien we het veld opkomen, dan kan het niet anders dan dat Mats Del naar de rechterkant gaat. En die gaat op de plek van Jorren van Hedel spelen. En Frank Sturing weer op de plek van Mats Del. En dan verwachten wij toch wel meer aanvallende impuls aan die rechterkant. Want Mats Del was daar natuurlijk, maakt daar furoren mee de laatste weken eigenlijk. Dus laten we hopen dat dat voor een voorsprong, voor meer dreiging van FC Den Bosch gaat zorgen. Laten we daar op hopen. We kijken nog even naar de andere velden. De ruststand die had u van ons nog te goed. Go Ahead tegen Rode JC. Die was al eerder gespeeld afgelopen. 0-0. Almere City NEC 1-0. Excelsior Jong PSV 0-0. Volendam Cambuur 0-2. De Graafschap Dordrecht 0-1. Helmond Sport Jong AZ 1-0. Jong Ajax tegen NAC Breda 0-0. Maastricht MVV tegen Eindhoven 0-0. En Telstar Jong Utrecht daar is het 1-2. De spelers staan langzamerhand klaar om te gaan aftrappen. Had jij nog te goed, of tenminste de luisteraars van jou, jouw mooiste herinnering aan die derby? Ja, dan ga ik toch iets recenter. En dan is dan eigenlijk een beetje een cultspits is het geworden. De twee stiftjes van Dennis Posder. Ah, Denis. Tegen Posder, ja. Hier tegen ons. En het werd uiteindelijk 4-2, geloof ik. Ja, dat was natuurlijk een prachtig moment ook voor hem. Want ja, de Duitse spits onder Van Ecke was het, geloof ik. Ja, werd daar dan gehaald. Die kende die nog. En ik heb even opgezocht, zelfs Edwin, waar hij nu speelt, op het 8e niveau van Duitsland. 8e niveau van Duitsland. De Kreisliga heet het. De Kreisliga. Ja, kun je nagaan. Ja, die zult er maar spelen, toch? Ja, hij zult wel lachend op de foto, zag ik. Dus wat dat betreft heeft hij nog steeds naar zijn zin. Maar de wedstrijd is alweer begonnen. Ja, Kreisliga, Oberliga, Regionalliga. En zo ga je langzamerhand omhoog. Als de eerste overtreding van de tweede helft is gemaakt. En die is door een Bossenaar gemaakt op een speler van Top Os. En die ligt op de grond. En het is een van de gebroeders Rommens. En is het David die de vrije trap mag gaan nemen. En dat een meter op 5 op de helft van Den Bosch. Komt daar die lange bal van David richting waarschijnlijk Van der Heijden. Van der Heijden gaat dat duel aan. Die wint dat duel van Sturing. Maar Sturing laat Van der Heijden lekker dat duel winnen. Want die bal komt daarna gewoon in de handen van Wouter van der Steen terecht. Is het inderdaad Mats Del die aan de rechterkant is gaan lopen. En al veel dieper is gaan spelen. Nu een meter of 20 verder vooruit. Maar nu toch achteruit zal moeten. Omdat Wouter van der Steen kiest voor de opbouw richting de andere kant. Als het nu is, Ringo Mooijveld. Den Bosch met de snelle omschakeling. Meerveld naar Hoornkamp. Hoornkamp richting de 16 meter van Den Bosch. Komt uit de voorzet bij de tweede paal. Nee, hij kiest voor de bal. Oeh, hij kiest uit voor de bal over de grond. Mario Klas met het schot. Mario Klas met de bal op pas. Er is geen buitenspel. Nee, dat is geen buitenspel. Was wel buitenspel, wordt hier naast ons gezegd. Maar wij dachten, wij zijn ja, maar die kijkt met een gekleurde bril. Was geen buitenspel. Ja, misschien net. Het zal erom. Het was een beetje een switch. Het zal erom hangen. Maar goed, hij telt niet. Hij kwam er niet. Ze kwamen er niet goed uit daar, Os, hè? Nee, ze kwamen er inderdaad niet goed uit. Die bal die bleef hangen bij Moreo Klas. En die koos voor een tikkie richting Postma. Had dan maar zelf geschoten. Maar dat is altijd achteraf praten. Terwijl we aan de kant van Den Bosch zien dat er een aantal spelers warm lopen. Kuipers, Bolsjes, die afgelopen maandag een aardige indruk maakte toen hij inviel. Dat zijn degenen die aan het lopen zijn. Als de bal lang is van Geens. Geens met de bal in de diepte. En dan verliest Sturing het duel. En is het Rommens, nee niet Rommens, is het Reemans in bal. Nou, maar op hem wordt de overtreding gemaakt door Junior van der Velde. Is het een bal, een vrije trap voor Os halverwege de helft van Den Bosch. En dan kan dat zo'n gevaarlijke indraaiende vrije trap gaan worden. En die gaat ook genomen worden door Olivier Rommens. En de luchtmacht van Top Os gaat richting de 16. Dit zijn van die linkerballen. Nou, daar komt hij. De vrije trap van Philip Rommens. Die is achter de bal gaan staan. Nou, die bal die gaat daar tussen de doelman en de verdediging van Den Bosch invallen. En dan zie je toch het iets meer aan lengte bij Top Os. Daar komt Rommens met die bal. Die gaat, nou,
ineens. Maar ik dacht dat die bal, hoe ga je van een meter of 35 die bal zo op de goal schieten? Ja, daar zijn de media dat proberen. Ja, klopt. Noem je maar hebt ook een andere naam. Ja, Memphis Depay. We gaan even kijken, Den Bosch is alweer hervat. Wel kort in de 16, maar Den Bosch had het toch meteen beter uitkwam dan in de eerste helft natuurlijk. Dit is wel een slechte bal van Dwayne Green, die levert zomaar in. En dan kan Os opnieuw gaan aanvallen via Mills. Mills wel in het midden nu. Gaat kiezen voor de rechterkant naar Olivier Rommens. Rommens gaat ook nu wel voorgeven, dat is een stuk beter. Gelukkig kan Van der Velde die bal wegwerken. Kan Rommens het misschien nog een keer proberen. Krijgt de bal niet bij een medespeler. Green kan overnemen. Green aan de linkerkant met Aanacht. Aanacht toch heel behendig gewoon met die bal omgaan. En ja, daar kunnen we een hoop plezier van, beleven als het een beetje gaat lopen. Van der Velde terug naar Van der Steen. Van der Steen gaat het via de andere kant proberen. En dan wil Mats Del heel graag die bal. Je ziet het aan hem. Hij is gretig op zijn favoriete positie. Hij wil vooruit. Maar toch via de linkerkant. Green wordt nu ook vrijgespeeld. En Os weet ook, we moeten die Mats Del verdedigen. Lekker balletje daarvan. Aanacht. Ja, daar komt heel Hongkamp het 16 meter gebied in. Die bal is wel slecht. Hij wilde denk ik stiften. Nou, dan heb je meer de stift van Dennis Poster. Maar dat was toch heel moeilijk geworden. Nee, hij baalt er ook weer van dat hij niet, dat die bal niet goed aankomt. Er had veel meer ingezeten in deze aanval van FC Den Bosch. Ja, hier moet je meer mee doen. Hij kan zo 20 meter overbruggen richting de 16 meter. Kan er ook in. Ja, en dat, wat het dan is, een stiftje of een schot half ertussenin. Als het nu wat sneller gaat, de tweede helft. Als het Reemans is. Reemans rondom de 16 van Den Bosch. Laat de bal vallen op Sanchez. Sanchez met de bal richting Van der Heijden. Maar duelman Van der Steen, die mag met zijn handen en is daardoor langer dan Van der Heijden en plukt de bal uit de lucht. En toch nog even terugkomend op die vrije trap net. Dan gaat de complete achterhoede van Top Os, die gaat mee naar voren. En ik zag Stuy van der Heerik toen hij terugliep ook kijken naar Rommens van... Ja, ik moest ook lachen. Sorry. Ja, zeg de volgende keer even dat je dit van plan bent, want dan kan ik gewoon op eigen helft blijven. Ongelooflijk zeg. Maar ja, Den Bosch weer in balbezit via Dwayne Green. Dwayne Green kan Mario Klasse inpassen. Doet hij niet, want hij gaat naar Aanacht. Aanacht met de bal op meevalt. Prachtig. Die bal valt goed. Ah, hij wil hem doorkoppen. Misschien had hij hem beter aan kunnen nemen, want nu belandt hij in de voeten van de doelman van Top Os. En dat is Bo Geens. Maar de tweede helft, het is wat beter. Aan allebei de kanten. Top Os wat meer aanvallende aspiratie en Den Bosch tot nu toe ook wat meer balbezit. En waar wij denken dat het dan over de rechterkant zou gaan via Mats Del, is dat tot nu toe niet. Maar toch, er wordt wat beter gevoetbald. Junior van der Velde, die wint het duel wel van direct tegenstander Van der Heijden, maar brengt wel Top Os in balbezit. Met de bal dan in de diepte richting Mils. Mils wordt gedwongen richting de achterlijn, maar die wordt dan keurig verdedigd door Mats Del. En dan gaat Den Bosch weer in de aanval. Gaat de bal van Aanach richting Hoornkamp. Hoornkamp wint wel, Hoornkamp wint niet het duel. En dan moet Den Bosch gaan opletten, maar dan denkt Van der Heijden, nou, ik zal het eens op een geweldige manier gaan proberen met mijn hak. Nou, tot nu toe heeft hij al moeite zat met de binnenkant van zijn voet, dus dat leidt balverlies in voor Den Bosch en dat kan, of balverlies voor Os. Postema laat de bal vallen op Del. Nou, Del, je kan je eerst de voorzet gaan geven. Die gaat er niet komen. Hij gaat dreigen richting Stuy van der Heerik. Nee, richting Niels Fleuren. Fleuren zet druk op Ringo Meerveld. Ringo Meerveld terug naar Van der Heijden. En die denkt dan dat Meerveld doorloopt. Maar dat doet hij niet. Maar dan toch is het de verdediger aan de kant van Top Os, Niels Fleuren, die denkt, ja, er wordt de druk op mij gezet. Ik pas die bal maar over de zijlijn. Betekent dat Den Bosch mag gaan gooien, een meter of vijf vanaf de achterlijn. Met Mats Del. Mats Del zoekt nu weer naar zijn compaan. Dat is Meerveld. Nee, het wordt toch Postema. Kaats is niet goed. Begrijpen elkaar niet. En dan is die ingooi weer makkelijk voor Os. Wel in de hoek van de cornervlag. Jammer, want daar is allemaal meer uit te halen, denk ik dan. Meerveld liep net ook niet op tijd. En dan wordt er weer verkeerd ingegooid door de Os. Het is een beetje comedy capers nu. Dus Sanchez. En dan is de ingooi weer voor Den Bosch. Zo geven ze elkaar de ingooien weg. En op de positie van Den Bosch. Dit is gewoon een ingooi. Mats Del mag de hoek in. Doe dat dan. Hij kiest ervoor om daar iets meer terug te gaan te staan. Recht voor onze neus. Hij kiest nu voor Meerveld. Die neemt de bal wel goed aan. En dan blijft het balbezit voorlopig voor Den Bosch. Ingespeeld op Moreo Klas. Te kort denk ik op Valida. Die brengt hij dan in problemen. Valida moet dan geen overtreding maken. Wordt voordeel gegeven aan de Miltje. Doet hij goed, de scheidsrechter. Goeie bal lijkt het, maar die is veel te scherp. Dus daardoor kan Reemans, daar kan Reemans echt niet op lopen. En dan kan Van der Steen gewoon oppikken. En kan Den Bosch het opnieuw gaan proberen via Van der Velde. En Van der Velde naar Sturing. Sturing die kiest dan voor Mats Del. Mats Del al meteen gevaarlijker in deze hele tweede helft. Die nog niet zo lang onderweg is. Dan eigenlijk Van Hedel in de eerste helft. Ja, dat is pijnlijk voor Van Hedel. Maar wel fijn voor Den Bosch nu natuurlijk. Dat er wat meer dreiging is aan die kant. Goed gedaan daar. Overstapje daar van Meerveld op Hoornkamp. Hoornkamp komt dan wel veel mensen tegen. Moet dan even terug via Klas. Klas die verlengt dan prima daarnaar naar Green. Green met de voorzet. Die is wel goed. Hoornkamp komt dan voor zijn man, maar kopt dan niet scherp genoeg. Is te hoog. En kopt de bal eigenlijk over het doel van Geens. En dan moet ik ook zeggen dat ik Moreo Klas toch wel als verbindingsspeler prima vind spelen vandaag. Ben ik helemaal met je eens. Het is overigens wel de tweede keer dat die Niels Fleuren zich nou wat eenvoudig laat verrassen.
net was het met die bal met de Ringo Meerveld, dat er ja, als het ware half druk op hem werd gezet. Dan trapt hij de bal paniekerig over de zijlijn. En nu is het Jesse Hoornkamp die uit de rug van Niels Fleuren toch voor de goal opduikt. De kopbal die is niet gevaarlijk, want die verdwijnt uiteindelijk over het doel. Maar misschien liggen daar wel kansen voor Den Bosch aan die kant. Want tot nu toe ziet die Niels Fleuren er iets minder zeker uit dan zijn compaan centraal achterin aanvoerder Rick Stuy van de Herik. Als het nu is, Stoppos in balbezit. Als het Miltz is met de bal, maar die leidt balverlies. En is het Den Bosch in balbezit via Frank Sturing. Sturing moet met de bal in de diepte komen richting Jesse Hoornkamp. Jesse Hoornkamp wint dat duel en paast de bal naar Anag. Anag met de bal richting Meerveld. Krijgt de bal terug Anag. En is het 1 tegen 1 tegen K. Kan daar de voorzet komen. Mario Klas de 16 meter in. Jesse Hoornkamp de 16 meter in. Die actie die gaat er wel komen van Anag. Die gaat er wel komen, maar die leidt dan toch balverlies. Maar ziet Ringo Meerveld achter zich. En die gaat proberen tussen twee man door. Maar dat lukt hem niet. Die weg die wordt afgeschermd. Maar Den Bosch zit er wat veller bovenop. Komt wat sneller in balbezit. En Den Bosch is gewoon beter begonnen aan de tweede helft. Met Mats Del krijgt de bal richting Ringo Meerveld. Maar die bal gaat over de zijlijn. Betekent dat Den Bosch een meter of 15 op de helft van Den Bosch mag gaan gooien. Je kan nog niet zeggen welke kant deze wedstrijd op zal gaan. Maar we weten in ieder geval wel dat Den Bosch een stuk beter in de tweede helft is begonnen dan de eerste helft. Anach, die toch een heerlijke kwaliteit ervan afdraagt. Af en toe van die passes van hem. Soms wat nonchalant, nog wat onwennig. En nu ook weer een slechte bal van Mats Del. Die komt daar wel gevaarlijk in. Die raakt dan gelukkig niemand. En dan mag het allemaal door. Want wordt niemand geraakt, toch wel. Wordt het maar gefloten. En dan is de vrije trap zelfs voor FC Den Bosch. Omdat Top Osta staat te appelleren. Ja, hij raakt niemand, dus niks aan de hand. Hè? Ja. Ja, inderdaad. Ja. We kijken met een blauwe bril, Edwin. Ja, ik weet niet, maar dat doen we zeker. Maar ja. als het raken... Ja, als je hem raakt, dan is het... Dan is het rood. Hij schrok er ook zelf van, ja, dan is het zeker rood. Maar dat was gelukkig niet gebeurd voor ons, want dan is het weer zo'n rode kaart. En waar die wedstrijd dan misschien uit handen wordt gegeven. Moreo Klas, nu in de middencirkel aangespeeld, kan doorpaas op Hoornkamp. Krijgt hem onder controle. Een moeilijke bal daar op een meerveld, daar kan hij eigenlijk helemaal niets mee. Hoornkamp bal wat minder dan de afgelopen wedstrijden nu. Dan zullen ze het toch niet helemaal lekker voelen misschien. Dwayne Green met een hakje daar geprobeerd van Anach. Ja, die probeert het wel. Lukt niet altijd. En daardoor weer de ingooi voor Os. Op de eigen helft nog een meter of 15 buiten de eigen 16 meter. Is het een bos dat, wat ik zeg, beter aan de tweede helft is begonnen. Ook wat sneller de bal tot nu toe terugveroverd. Als het nu ook weer is, de bos dat de bal van Dennis van der Heijden ontvangt. Die probeert die bal door te koppen. Maar die kopt die bal in niemandsland. En niemandsland is Junior van der Velde. Die op dat moment dichter bij de goal staat. Terwijl ik in mijn rechter ooghoek zie dat Dordrecht op een 0-2 voorsprong is gekomen. Dan bij de Graafschap in Doetinchem. Maar kijken we hier gewoon weer naar het veld, naar Den Bosch tegen Topos. De bal van Ringo Meerveld in de diepte. Want daar is Mats Del gaan lopen. Mats Del in de rug van Niels Fleuren. Maar Niels Fleuren wint dat duel. Maar Den Bosch zet snel druk. En dan is het Kevin Vlida die de bal verovert. Nee, Kevin Vlida verovert de bal niet. En daar gaat de gele kaart aankomen voor Mats Del. Ja, die is niet zo moeilijk. Daar waar Os net al heel hard riep op die gele kaart toen hij niemand raakte, is nu Mats Del die de overtreding wel moet maken in de omschakeling op een van de spelers. En dat is Joshua Sanchez. Hij haalt die counter er daarmee uit. Dit is gewoon een gele kaart in dienst van de ploeg. Helemaal niet erg. En Mats Del, die kan hem hebben. De gretigheid straalt er ook vanaf. Ja, dan gaat het soms wel eens over de schreef. Dat was natuurlijk een beetje een optelsom misschien ook. En hij mag hem inderdaad wel geven. Vrij trap voor Sanchez nu. Aan de linkerkant dus van het veld. En die kiest ervoor om de rust te bewaren. Den Bosch nu zeker wel in de overhand. Dus dat is al een stuk positiever dan in de tweede helft. Met wat meer risico wordt er ook genomen. Dus oppassen natuurlijk voor die counter en die aanvallen van FC van Topos. Daar ga ik weer. En dan voorlopig, hier gaat het dus meteen al mis. Daar komt Sanchez. Die schiet ook weer heel onbesuist. Gelukkig voor Den Bosch. Ver naast het doel van Wouter van der Steen. Die niet eens in actie hoeft te komen. Hij schoot wel heel snel. Dus dat was verrassend. Alleen ja, als er nog een doel naast staan, was het nog steeds niet raak. Dus wat dat betreft geen gevaar in dit schot van Joshua Sanchez. Hij zag Marten Reemans over het hoofd. En daardoor was het maar goed dat hij voor die optiecoach die Sanchez. Want op het moment dat hij had gekozen in plaats van voor het schot voor een balletje in de diepte, dan had Reemans zomaar alleen voor doelman Wouter van der Steen kunnen staan. Hij koos er niet voor, alleen maar goed voor Den Bosch. En datzelfde Den Bosch is nu in balbezit via Jesse Hoornkamp, wel op eigen helft. En daardoor is onze eigen spits niet gevaarlijk. Wordt er hens gemaakt door een van de topspelers op een steekballetje van Anach. Mag Den Bosch de vrije trap nemen en die is inmiddels genomen richting Junior van
Van der Velde. Junior Van der Velde, meter of 15 vanaf de middenlijn richting Frank Sturing. En van Frank Sturing gaan we de andere kant op richting Kevin Vlida. Als het Kevin Vlida is met de bal die tussen verdediger en de keeper invalt richting Hornkamp. Maar die bal die is zo hard dat hij verder richting de achterlijn aan de zijkant van het veld gaat. Hornkamp kan die bal wel binnenhouden. Misschien was het slimmer geweest om die bal achter te laten lopen. Want nu dwing je verdediging van Den Bosch om die counter van Topos eruit te halen. Maar dat doet Den Bosch tot nu toe de eerste 12 minuten van de tweede helft heel goed. Ze veroveren veel sneller de bal. Alleen Hornkamp die vergeet even dat hij om moet schakelen. Die liep buitenspel, kan daardoor niet aan het spel deelnemen. Maar Den Bosch dat heeft de bal alweer veroverd. Met Vlida op de middenlijn en krijgt die bal dan aangespeeld van Del. Del moet dan weer naar Vlida. 1-2'tje, maar de controle is er niet helemaal. Dan moet hij wat risico nemen. Slechte bal ingeleverd, maar Del kan hem weer overnemen. Ook bij Os snel het balverlies. En dan is het Mats Del die terug moet. Wordt teruggedwongen ook door Miltz. En moet dan helemaal terug naar Wouter van der Steen. Wouter van der Steen ziet daar natuurlijk Grant Green met veel ruimte. Die nu meer ruimte krijgt dan in de eerste helft. Zo lijkt het in ieder geval. Hij krijgt, kiest hij wel voor een knappe bal op Hornkamp. Hoor. Die komt daar ook in balbezit aan de linkerkant van het veld. Was er wat ruimte, maar inmiddels is dat dichtgelopen. Moreo Klas, lastig, druk daar, door het midden. Arnach kan die dan niet lekker aannemen. Dat is jammer, want anders had hij een kans gehad om te schieten als hij die bal lekker had aangenomen. En dat schot was misschien wel op doel geweest van hem vanuit de rand van het 16 meter gebied. Inmiddels weer Os, dan neergehaald daar door Postema. Een haakje noemen we dat slim denk ik. Overtreding. Slim overtreding. Counter eruit gehaald. Geen klaar. Kaart, niets. Counter er is eruit. En de vrije trap voor Os. En loopt Meervat nog even in de weg ook nog bij die vrije trap. Maar dat wordt dan allemaal goed gevonden door de scheidsrechter. Maar Os inmiddels via de andere kant. Daar via David aan een nieuwe aanval. Wel op de helft van Den Bosch. Rommens. Olivier Rommens. Of Olivier, ik weet het eigenlijk niet. Volgens mij is het Olivier. Olivier. Ja. Olivier naar David, naar die andere Rommens, Filip. En dan is het Os wat gevaarlijk kan worden. Kan dat dan tot een schot komen? Nog niet voorlopig. Reemans wil een 1-2 aangaan. Weer verrassend geschoten, maar weer zo'n hoog over. Daar hebben ze een abonnementje op vandaag. Ja, tot nu toe is dat het gevaar van Topos in de tweede helft. Ballen die met name in de tribune achter doelman Bouter van der Steen verdwijnen. En dat is de derde of de vierde bal die in de tribune is geschoten. Dat betekent dat Wouter van der Steen nu ook iets verder weg bij hem die bal moet gaan halen. Als de opbouw bij Den Bosch is via Frank Sturing. Frank Sturing naar Moreo Klassen. Die wordt teruggedwongen weer richting Sturing. Sturing naar Mats Del. Als er op dat moment druk wordt gezet door Topos richting Mats Del. Maar Den Bosch gewoon mag gooien. En we ook de eerste wissel aan de kant van Topos gaan zien. Want daar gaat Justin Mathieu zo dadelijk het veld in komen. En voor wie hij dan het veld in gaat komen, dat gaan we zo dadelijk zien. Terwijl we, als we naar het scorebord gaan kijken, zien dat NAC Breda op een voorsprong in de hoofdstad is gekomen. En als je dan kijkt naar de andere tussenstand, bijvoorbeeld bij de Graafschap tegen Dordrecht en ook het puntverlies van Go Ahead Eagles, kan NAC vanavond dus hele goede zaken doen. Maar wij zijn Bosnaren, dus we kijken hier naar het veld als het Moreo Klas is in balbezit. Moreo Klas met de bal lijkt wat te hard voor Green, maar Green maakt snelheid en die kan dus die bal alsnog binnenhouden. Krijgt Moreo Klas hem terug. Is het Ringo Meervalt die in de ruimte gaat bewegen? Prurf die bal nou eens te geven. Die bal gewoon in de loop van een speler. En zeker die ballen die tussen de verdediging, de laatste linie en de keeper invallen. Eens kijken wat die Bo Geens aan doet. Want die staat vrij ver uit zijn goal. Maar die is echt niet sneller dan de bal, bij de bal dan Ringo Meervalt. Durft die ballen te geven. Nou, Mats Del is het wel die bal probeert te geven. Maar die landt op het hoofd van Leon Kaak. Leon Kaak wint dat duel. En kan de volgende Osse aanval op gang gaan brengen. Met Sanchez. En er staat er nog één van ons klaar om in te vallen. Het zijn er zelfs twee. Dus we gaan kijken wie dat allebei zo zijn. Zo meteen Kaak nog in ieder geval met ook zo'n baas. Die goed uitpakt voor Reemans. Maar die is er wel buitenspel. En dan gaat die wissel komen. Het is in ieder geval Mathieu inderdaad. En ook nummer 11. Klopt dat? Kan niet. Ja. Cas Peters. Die kennen we natuurlijk nog wel. Die het ook weer een avontuur in Portugal heeft gehad. Als ik me niet vergis. Cas Peters. En daar niet lukte. Terugkeerde naar Nederland. En uiteindelijk dus af is gegleden een beetje naar Os. Maar ja, ook daar niet een basisplaats weten te veroveren. Dat is jammer voor hem. Dennis van der Heijden ook niet vandaag helemaal het beste doen. Hij gaat eraf en hij wordt dus vervangen door Cas Peters. Cas Peters. En zo meteen. Justin Mathieu komt in het veld voor een van de gebroeders Rommens. En dit is Filip. Dat is Filip, gelukkig dat jij dat goed hebt gezien. Ja. Want anders hadden we het moeten gokken natuurlijk. Hè? Ja, betekent dat de vrije trap is voor Den Bosch. Van der Heijden, zo ongeveer in het tempo waarin hij tot nu toe gevoetbald heeft, ook richting de zijlijn is gelopen. En dat was niet al te hoog, dat tempo. Hij is richting de zijlijn gegaan. Voor hem is Cas Peters in de ploeg gekomen.
En het is Den Bosch in balbezit via Matzel. Matzel laat de bal vallen op Hoornkamp. Hoornkamp door de benen van Leon Kaak en houdt Den Bosch in balbezit via Ringo Meerveld. Ringo Meerveld richting Moreo Klaas. Die steekbal, daar komt Postema. Nee, dat schot wordt net gekraakt. Maar wel een aardige combinatie van Den Bosch. Aardig gevoetbald. Klaas die de bal laat vallen, krijgt via Felida die bal weer terug. Speelt in de diepte, zo'n bal tussen de verdediging en de laatste lijn in de loop van Romano Postema. Maar daar kan nog snel een ossenvoet terug tussen zitten, waardoor het schot gekraakt wordt en in de handen van Bo Geens belandt. Den Bosch is beter de tweede helft, maar het heeft nog niet in echte doelkansen geresulteerd. Maar we moeten nu kijken, want nu is het aan de andere kant gevaarlijk. Ja, met die invaller Mathieu dan, nummer 20, die gaat op zoek, maar moet dan terug naar Kaak. Kaak met een goede bal daar en daar is ruimte, daar is vrijheid. Kan Van der Steen dan ingrijpen? Nee, maar niemand wordt gevaarlijk. Dan wordt er een overtreding? Nee. Dan lopen de twee van Den Bosch tegen elkaar aan, Sturing en Van der Steen. Allemaal zonder gevolgen nog gelukkig, want Os krijgt daar geen voet of been tussen. En voorlopig dus geen gevaar. Dan weer nog steeds Os een balbezit. Links nu met Kaak. Die speelt hem in op Sanchez, die toch weer mee op is gekomen. Sanchez geeft hem voor. Wordt hij dan verlengd? En Van der Steen krijgt hem recht voor zijn neus toch de kans tegen. Maar die krijgt het voor elkaar om die bal eruit te halen. Wie schoot daar dan? Recht voor zijn neus op hem af. Ja, daar baalt hij ook van. Kan, als hij omdraait, weet ik wie het is. Het is er niet invaller Mathieu, hè? Die stond echt recht voor Van der Steen. Die kon die bal verlengen en dan was het een doelpunt. Dat deed hij ook wel, maar Van der Steen stond nog net op de goede positie in de weg. Meer geluk dan wijsheid misschien wel, maar hij staat er wel. Arnag aan de andere kant nu, met die moet hem afgeven naast. Nee, hij gaat voor de eigen succes. En die bal gaat via weer een Osbeen. En daar is die Rommens heel blij mee. Die Olivier Rommens, dat hij dat schot eruit haalt. Want dat was waarschijnlijk een doelpunt geweest, want die ging recht op de kruising af. Het schot van Arnag vanaf de 16 meter. Inmiddels houdt hij er alleen een corner aan over. En die corner gaat hij ook weer zelf nemen. En dan weten we, ik heb het al gezegd, voordat de tweede helft begon, Frank Sturing. Kopbal, doelpunt bij Canada. Kan hij dat hier herhalen? Het moet een goede bal zijn. Dan wordt er gewisseld door Den Bosch. En dan zien we Bolsius. Dan zien we Don Bolsius, die vast en zeker aan de rechterkant gaat spelen. Maar wie is dan degene aan Den Bosch? Aan de bossenkant die eruit gaat. Terwijl het volgens mij Mathieu was die inderdaad die kans miste. En het was eigenlijk een niet te missen kans. Maar hij kreeg het toch voor elkaar. Van een meter of vijf belandde de bal per ongeluk voor zijn voeten. Terwijl we nu eerst naar het veld gaan kijken als de bal gaat komen via Arnag. Bosjes die gelijk richting de 5 meter gaat. Komt die hoekschop van Arnag. De vierde hoekschop van de Bos op het hoofd van Del. Nee, niet op het hoofd van Del. Maar die bal komt wel terug bij Arnag. Arnag swingt die bal er opnieuw in. Dan is het Bosjes die wegdraait. Junior van der Velde doet alsof hij vast wordt gehouden. Gebeurt niet. Is het de heer Hoornkamp die de bal laat vallen. Maar dan is het gevaar voor Os geweken. En moet een Bos heel snel in de omschakeling gaan dat het niet net zoals net verrast wordt. En dan staat de grensrechter voor Os te vlaggen, waar ik denk dat die bal voor Den Bosch is. Maar hij wordt schijnbaar nog aangeraakt. Is het Moreo Klaas die voor ons langloopt? Dat is degene die gewisseld is. Den Bosch is voor hem in de ploeg gekomen. En is het in Doetinchem bij de Graafschap Dordrecht 0-3 geworden? Nou, dan moeten wij niet meer naar die laatste plaats kijken, maar gewoon naar deze wedstrijd. Die derby winst, dat telt natuurlijk dubbel en dwars. En daar gaan we natuurlijk nog altijd voor. Don Bosius, die het ook knap inviel tegen Go Ahead Eagles, die stond aan de basis van doelpunten. Ik weet niet meer precies welke het was. Volgens mij was het de gelijkmaker. En hij zal misschien weer zo'n kunststukje willen herhalen. Nu moet Den Bosch wel oppassen dat hij niet in de val loopt van Os met Sanchez. Bolsius gaat zelfs mee verdedigen. Dat zijn we helemaal van hem verwend. En hij heeft er zin in. We gaan naar Meerveld, linkerkant. Wat doet hij dan? Meerveld met Bolsius. Die krijgt daar bijna een schub inderdaad van Fleuren. Ja. Maar ook hij raakt niet, dus dat mag het ook door. Hè? Daar moet ik dan ook consequent in zijn. Ja, en uiteindelijk schiet Geens, als ik het goed zie, de bal over de zijlijn. En dan mag Mats Del gaan invallen. Maar Den Bosch is wel echt de bovenliggende partij. En moet hier gewoon die overwinning uit het vuur gaan slepen. Die binnen gaan halen. We gaan kijken. Mats Del met de ingooi naar Hoornkamp. Die heeft nog altijd zin. Krijgt dan weer een ingooi mee. Dan mag Mats Del een paar meter opschuiven om die ingooi te gaan nemen. Mats Del ziet die bal dan in de gracht belanden. En dan moet iemand wel een bal aan gaan geven. Ja, dat gebeurt dan uiteindelijk. Tegen de grensrechter zelfs aan. Nou, die vindt het allemaal prima. Mats Del zegt, wie moet ik dan aanspelen? Ringo wijst. Iedereen wijst een beetje naar elkaar. Florida staat natuurlijk vrij. Maar ik denk dat hij voor Hoornkamp zal gaan. En inderdaad, op het rand van het 16 meter gebied. Hij probeert dat te verlengen, maar daar is niemand die daar achter rekent. Toch wel, Postema. Draaien. Wat doet hij? Postema. Nee. En er moet dan meer mee gedaan worden. Romano Postema krijgt daar niet genoeg kracht achter. En dan is het oppassen geblazen. Want Geens krijgt daar... Geens krijgt daar die bal heel snel tegenaan. Dan wil daar een overtreding worden gepakt op, van Mathieu op Van der Velde. Andersom, Van der Velde op Mathieu.
Van Velde was dat gewoon eerder bij de bal. Van Velde was eerder en dan wil Mathieu daar een soort vrije trap van versieren. En dan zou dan een doorgebroken speler ook zijn. Hè? Hij kan inderdaad pijn hebben, Mathieu. Maar Van der Velde is gewoon eerder bij de bal. Draait er misschien zijn schouder in. Ja, dat kan heel even pijn doen. Dat heeft Van der Velde ook. Die schiet sportief die bal over de zijlijn. Zodat dadelijk Topos mag gaan gooien. En vast en zeker die bal terug gaat gooien richting de Bos. Maar daar was gewoon niks aan de hand. En Alex Bos fluit tot nu toe gewoon een hele goede partij. Hoeft ook weinig te fluiten. Het is een sportieve wedstrijd. En dan gaat inderdaad de bal wel via een tussenstation terug richting Den Bosch. Precies die situatie waar we eerder hadden met Mats Del, die er ongelooflijk hard in kwam, ja, maar zeker geen speler raakte. Ja, dat deed Fleuren net ook. Kwam er heel hard in bij Bosjes en we zagen hem van afstand al aankomen. Maar hij raakt Bosjes uiteindelijk niet. Dus wordt er gewoon lekker doorgespeeld als het diezelfde Fleur is. Nu met een onnauwkeurigheidje. Maar David is net iets eerder. Nee, het is Sanchez is net iets eerder bij de bal. En kan dus de bal richting Geens praatsen. Geens laat zich net niet verrassen Georgius Hornkamp. Maar omdat Hornkamp iets sneller druk zet op Geens, moet hij wel de bal zo gaan pasen dat die bal over de zijlijn gaat en Den Bosch mag gaan gooien. 67 minuten staan er op de klok. Het staat nog steeds 0-0, maar ik heb niet het gevoel dat het 0-0 gaat blijven. Den Bosch is voetballend beter. Os gokt steeds meer op het reactievoetbal, oftewel op de counter. En we zagen net met Mathieu wat er dan gebeurt. Ja, en Den Bosch natuurlijk ook met de grote kans via Posten, maar die kreeg niet genoeg kracht achter het schot, want dat was wel 100% kans hoor. Alleen ging recht op Bo Geens af, die kon zo oprapen en meteen het spel hervatten. En daar kwam dan die overtreding, die geclaimde overtreding die niet kwam aan van de Velde. Inmiddels Bos is weer in gevecht aan met Reemans. Hij krijgt balbezit. Hij krijgt hem uiteindelijk bij sturing. Gaat Den Bosch via de andere kant proberen. Via Van de Velde naar Green. Heeft naast hem Postema. En dan gaat hij ook naartoe, de bal. Postema ziet dan aan zijn ooghoek ook Green over hem heen steken. Kiest dan voor een meerveld in het midden aan te spelen. Meerveld naar Arnach. Arnach weer in een driehoekje naar Dwayne Green. Dwayne Green bedenkt dan, oké, dan ga jij hem ook mee doen, Postema. Die krijgt de bal dan helemaal niet goed bij... dat gaat mis, dat dacht ik al. En dan moet hier... Oh, en dan van de kansen daar voor Den Bosch. We zien er bijna niet wat er gebeurt. Want je denkt, de keeper haalt hem eruit. Bosjes was dat. Nee, was Meerveld. Die krijgt hem dan nog voorbij, vanaf de achterlijn voorbij aan de doelman Geens. Want daar werd de bal ontfutseld in het strafschopgebied eigenlijk, hè? Die Stuy van der Heerik die was heel laconiek aan het verdedigen. Die had niet ook niet. Ja, die had niet verwacht dat Ringo Meerveld nog achter hem langs zou komen. Die lukte toch, die krijgt de bal voor. Maar dan is het Don Bosjes die ook niet meer verwacht dat die bal voor de goal komt. Hornkamp kon er niet bij. Die bal gaat voor de goal langs. Maar Bosjes is er niet daar waar hij moet zijn. Als het Don Bosjes... Ja, dit zijn die ballen die ik net bedoelde. Die ballen tussen de centrale verdediger en de keeper in. En heel goed gedaan door Bo Geens. Die is net op tijd bij die bal. Maar dit kan voor de uitstekende bal ook van Arnach was dat, geloof ik. Inderdaad. Ja, maar dit zijn die ballen die ertussen vallen. Die tussen die laatste lijn van Topos en die Geens. Daar zit een meter of 20 tussen. Als je die bal ertussen laat vallen, dat kan zomaar voor gevaar zorgen. Overtreding, overtreding, overtreding. Wordt er door Alex Bos aangegeven. Die keek eerst naar voordeel. Dat voordeel was weg. Oftewel, Topos krijgt de vrije trap. En mag die gaan nemen op de eigen helft. Ter hoogte van de middenlijn. En gebeurt via, door Leon Kaak. Leon Kaak naar Sanchez. Sanchez op Fleuren. Fleuren met de voetballende oplossing. Richting Mathieu. Die laat de bal weer vallen op Fleuren. En dan gaat Topos aan de andere kant zoeken. Via Stuy van der Heerik. Maar die kant over de rechterkant zit dicht. En is het Fleuren die onnauwkeurig inpaast. En Mats Deil in balbezit brengt. Dan is het Don Bosjes. Don Bosjes die de bal terug moet kappen omdat hij niet vooruit kon. En daardoor de bal over de zijlijn gaat en Den Bosch mag gaan gooien. En dat gaat het doen ter hoogte een meter of 10 buiten de 16 meter van Os aan de rechterkant van Den Bosch. En is Mats Del die bal gaat gooien. Arnach die bal vraagt een meter of 10 achter zich. Maar het is Mats Del die de bal vooruit kiest richting Jeshornkamp. Jeshornkamp laat de bal vallen, maar is onnauwkeurig. Die afstand met Ringo Meerveld die is te groot. Waarbij ik Ringo Meerveld net ook even naar de zijkant zag komen richting een van de fysiotherapeuten. Een lichte verzorging. Het zal niks ernstig zijn, want Ringo Meerveld die blijft rennen en lopen. Maar toch even verzorging nodig had. Er lopen wat spelers aan de kant van Den Bosch warm. Als de klok zegt dat we richting de 71 minuten gaan. En die stand die is nog steeds 0-0. En dan gaat Den Bosch duidelijk verschil nu met Jack de Gier en Erik van der Ven. Als ik zo vrij mag zijn dat het nu echt vooruit gaat. Hè? Nog vol voor die winst gaat met wat meer risico's van dien. Ja, dat mag ook. Dat is echt de handdruk of de handtekening van Jack de Gier onder dit elftal. Laten we hopen dat dat dan resultaat heeft. En dat we deze wedstrijd gewoon nog gaan winnen. Maar daar ziet het wel naar uit. Maar oppassen voor die counter. En die komt er nu ook via Kaak. En denk ik Reemans daar in het midden. Ja, en die krijgt hem ook aan de zijkant daar bij David. David gooit nu voor. En daar komt geen 0-1 aan, want die zat er wel aan te komen. En dat was Cas Peters. Ja,
daarom zit hij misschien ook op de bank, dat hij niet scherp genoeg is en daar niet bij komt om daar dan de 0-1 in te tikken. Ja, grote kansen dus voor beide ploegen nu. En ja, het is wel een heerlijk, het is wel een betere tweede helft om te zien. Meer strijd en meer derbygehalte ook. Natuurlijk niet zoals met publiek, maar in ieder geval wel meer strijd op het veld. Nu de ingooi weer van Den Bosch, wel op eigen helft. Met aan die kant van Mats Del weer. En die zoekt dan naar een vrije man om daar dan weer uit te voetballen. Wacht even tot iedereen een beetje in positie staat. Dan kiest hij voor Meerveld waarschijnlijk. Nee, hij gaat helemaal lang naar Arnach. Arnach kaast dan terug op Mats Del. Mats Del gaat dan via een osbeen het nog een keer proberen. Hij krijgt de bal gewoon weer terug, speelt van Fleuren. En via Sanchez gaat hij dan weer over de zijlijn. En dan mag Mats Del wederom gaan gooien. Ja, Os heeft met de wissels van Cas Peters en Mathieu meer op de counter gaan gokken. En is daar wel twee keer heel gevaarlijk bij geweest. En als het nu Den Bosch is. Den Bosch via Meerveld. Meerveld naar Dwayne Green. Die zomaar een meter of 20 kan maken. Green daar heeft dan de passeeractie. Maar komt na half langs David. En moet dan terug uit. Moet dan terug uit. Maar dat lukt hem niet. Is het Jack de Gier roept die houd druk, houd druk, houd druk. En dat betekent dat Den Bosch in balbezit komt via Mats Del. Mats Del kan de bal richting Don Bosch. Dus Don Bosch is 1 tegen 1 tegen Sanchez. Nou, ga er buitenom. Pas de bal naar Mats Del. Mats Del kan de 16 meter in. Mats Del kan de 16 meter in. Laat de bal vallen op Romano Postema. Romano Postema 1 tegen 1 richting 1 van de centrale verdedigers. Maar is in zo'n tempo dat een verdediger bij kan sluiten. En dan is de kaats met Mats Del onnauwkeurig. Betekent dat het balbezit is weer voor Os. Maar dat is van korte duur. Top als het lijkt met twee spitsen te zijn gaan spelen na die wissel. Daarin zijn Cas Peters en Mathieu wat dichter bij elkaar gaan spelen. En Mart Reemans is er wat meer omheen gaan lopen als nummer 10. Om op die manier Den Bosch te verrassen. Waarbij je Den Bosch ook tegelijk ziet dat het meer ruimte aan de buitenkanten krijgt. Bij de links- en de rechtsbacks. Als nu de opening is op Jesse Hornkamp. Dat is weer zo'n bal die tussen de laatste lijn en de keeper invalt. Maar Hornkamp krijgt hem niet onder controle. Is het de bal in de diepte. Maar is het Mats Del die de bal namens Den Bosch heel snel weer verovert. En Den Bosch zit er snel korter bovenop. Wordt er een tikkie uitgedeeld. Gewoon een heel klein tikkie door Cas Peters. Mats Del kan omhoog. Den Bosch kan de vrije trap gaan nemen. Het spel is weer bezig. En Arnach heeft de bal. Ja, en Den Bosch is inderdaad gevaarlijk. Maar wel onnauwkeurig. En dan moet het dan toch scherper voor die goal. Nu ook weer Bolsius die niet goed Arnach aan kan spelen. Dan kan Os weer overnemen met de voorzet van Rommens naar linkerkant op Mathieu. Mathieu wordt dan wel verdedigd door Sturing, maar wel een ingooi voor de uitploeg hier, Os. En Os gaat ingooien dat via Sanchez. Sanchez, die al veel heeft gelopen, maar nog altijd onvermoeibaar is aan die linkerkant. Hij zoekt naar zijn medespeler. Dat zou dan Kaak moeten worden. Nee, het gaat vooruit naar Mathieu, als ik het goed zie. Nee, dat is Mathieu niet. Dat was die andere invaller, Cas Peters. Dan wordt er weer geroepen. Is de ingooi, nee, is de achterbal gewoon voor Wouter van der Steen. Is het gevaar weer geweken. En dan moet Den Bosch weer gaan voor een nieuwe aanval. En die gaat in het 5 meter gebied al genomen worden. En dan moet Van der Steen oppassen dat hij daar niet in de problemen komt. En ook Valida met een rare bal daarop Frank Sturing. Nou, dan knalt hij die bal maar naar voren. Dus een beetje geëmmerd daar achterin bij FC Den Bosch. Dat moet je natuurlijk niet doen. En meteen die bal ook weer ingeleverd. Door Jes Hornkamp, die ook niet helemaal zichzelf is. En ook moe lijkt te zijn. Frank Sturing. Frank Sturing dan vangt die bal gelukkig achterin op. Hij steekt wat dat aan de zijkant. En dan wacht Dwayne Green tot hij die bal ingespeeld krijgt. Dat krijgt hij nu. Die, dat is allemaal op de helft van Os. Dan moet hij meters maken. Doet hij ook. Hij zit al te kijken waar moet die bal naartoe. Die bal gaat op Hongerkamp. Die wil overstappen. Dat mislukt ook weer. En nu wordt Jack de Gier daar woest om. Want die zegt daar moet meer mee gedaan worden met deze kans. En dat moet ook counters. Zo. En heeft hij ook gelijk in. Nu de counter van Os. Cas Peters verlengt dan naar de linkerkant. De rechterkant moet ik zeggen. En daar gaat, denk ik, Mathieu. Die komt daarvoor. En ook onnauwkeurig door Os. Dus dat, wat dat betreft is het wel, gaat dat gelijke tred. Maar het is wel oppassen geblazen door FC Den Bosch met Bolsius nu. Waarbij het heel erg open wordt nu aan allebei de kanten. Top Os in de counter kans krijgt. En Den Bosch probeert voetballend nog steeds de helft van Top Os te zoeken. Als het Don Bolsius is die voor de 1 tegen 1 actie gaat richting Sanchez. Gaat er omheen, maar houdt dan zo ver in dat hij weer terughoudt moet. Kan de bal laten vallen op Ringo Meerveld. Ringo Meerveld halverwege de helft van Top Os richting Kevin Valida. Kevin Valida gaat naar de linkerkant waar Dwayne Green loopt. Dan plooit Os weer terug op eigen helft. Terwijl het één speler voorin houdt. En dat is Justin Mathieu. Justin Mathieu komt echter niet in bal. Zit, want het is Don Bosch. Don Bosch met de voorzet. En dat is een voorzet die helemaal verkeerd raakt. En die verdwijnt vanaf ongeveer de 16 meter, de zijkant van het veld, op het dak van het doel van Bogeens. Betekent dat diezelfde Bogeens de doeltrap mag gaan nemen. Is het Don Bosch wat inzakt. En
zo ver inzakt dat Bo Geens moet gaan kiezen voor de lange bal. Want het zijn Don Bolsjes en Jis Hoornkamp die druk zetten op de centrale verdedigers. Daar komt de lange bal van Bo Geens, maar die valt op het hoofd van Mats Deel. Maar via het hoofd van Mats Deel komt Ten Bos in balbezit. Lijkt me dat gevaarlijk spel, maar de fluit de scheidsrechter niet voor. En dan kan het wel eens heel gevaarlijk gaan worden aan de kant van Topos. Als de bal in de 16 meter wordt gegooid, maar die wordt door Trevor David zo in de 16 meter gegooid, dat hij in de voeten van Don Bolsjes belandt. En dan heb ik liever dat Don Bolsjes daar als rechtsbuiten ter hoogte van je eigen 16 geen actie gaat maken. Nee, die verloor bijna de bal, maar ik zat al een beetje te piepen en te kraken hier, leek het wel. Hè? Dan spreekwoordelijk moet ik zeggen natuurlijk, want verliest hij daar die bal, maar gelukkig niet. Want dan was het weer een vrij doortocht geweest van Os, dat zelf ook heel slordig is in die laatste paas. Gelukkig maar, want anders krijgen zij ook een grote kans om hier op voorsprong te komen. En ik denk dat de ploeg die op voorsprong komt, dat hij ook gaat winnen. Goed, we gaan kijken. Dan Den Bosch weer, met ook veel ruimte nu. Postema onzorgvuldig. Dan klemt Fleuren die bal, wordt geclaimd voor Hens. Die was volgens mij niet gemaakt, Hens, maar hij klemde wel een beetje die bal. Die klem mag ook niet. En dan is het Mils, die wordt geraakt daardoor van de velden. Die krijgt waarschijnlijk ook de gele kaart. En dan is de vrije trap redelijk wel in de buurt, op een gevaarlijke plek. Maar niet dat je denkt op de rand van de 16, maar zo'n metertje 5, 6 daarbuiten. Misschien nog wel net iets lekkerder. Ja, lekker iets lekkerder. Ja, het is natuurlijk Van der Steen een goede keeper, dus die zal zijn muur goed moeten posteren. En dan zal het er niet zo zijn dat je door deze dode spelsituatie, en ik zie de Rommens met de bal naartoe lopen, Olivier Rommens, gaat hij hem afgeven of gaat hij hem zelf nemen? Ik weet niet zo goed wie de specialist daar is. Zo te zien aan zijn lichaamshouding is hij het zelf. Gaat hij die bal nemen op Wouter van der Steen? En dan hopen we, Edwin, dat deze bal, en hij gaat er vol zelfvertrouwen achter staan, een soort pasjes à la Ronaldo, maar goed, daar mag ik hem natuurlijk helemaal niet mee vergelijken. Gaat hij die aanloop nemen? En wat doet hij? Staat er wel zo bij alsof hij echt een specialist is. Daar staat hij zeker zo bij. En het vertrouwen straalt er ook van af. Laten we hopen dat Van der Steen op zijn post staat. En dat hij die muur goed heeft neergezet. We zien niemand erachter liggen. Dus daar kan het ook niet aan liggen. Daar komt die vrije trap. En die, zeg het maar, Edwin. Ja, ik zeg, als hij morgenmiddag bij de Dukes zou spelen, had dit in ieder geval 6 punten opgeleverd. Dan had Os heel veel punten gehad. Goedemorgen, zeg. Ja. Nou, twijfel ik even of het diezelfde Rommens is als eerder toen de hele achterhoede van Topos mee naar voren kwam, of dat broertje Filip was, of dat ook Olivier was. Dan heb je met twee van die Rommensen op het veld. Maar deze was in ieder geval gevaarlijker geweest voor de supporters in het uitvak, als die er hadden gestaan, dan voor doelman Wouter van der Steen. Nou, zijn we als Bosnaren helemaal niet te rouwig omdat dit gebeurt. De klok die gaat richting 79 minuten. De stand nog steeds 0-0. De bal in de diepte. En ik kan me niet voorstellen dat beide ploegen met 0-0 genoegen gaan nemen. Gewoon ook niet naar de stand. Maken beide ploegen nog weinig aanspraak op echte kansen in die stand. De Mos moet proberen van die laatste plaats af te komen. Maar kan, zoals het er nu uitziet, alleen maar op grotere achterstand van Dordrecht komen. En ook voor Top Os is de stap richting de play-offs net te groot. Dus dan gaat het gewoon puur, en dat is misschien wel de belangrijkste vanavond, om eergevoel in deze derby. En iets in mij zegt dat het geen 0-0 gaat blijven, want daarvoor is het te open. Als het Den Bosch is in bal, is het Junior van der Velde met de bal richting Aanach. Aanach laat de bal vallen op Meerveld. Meerveld richting Mats Deel aan de buitenkant. Nou kan Mats Deel die bal voor de goal swingen. Die laat die bal voor de goal swingen, maar die komt op enkel hoogte. En op enkel hoogte van Niels Fleuren. En Niels Fleuren speelt bij Den Bosch, maar die bal die belandt wel weer in de voeten van Frank Sturing. Frank Sturing kan dan een meter of 20 maken. Maar die wordt zo goed verdedigd door een van de spelers aan de kant van Topos. En dat is Justin Mathieu. Maar die raakt op zijn manier beurt ook weer de bal uit. En dat is dan zo'n bal die tussen de laatste lijn en de verdediger invalt. Maar dan is het de bal die wel via de voeten van Leon Kaak in de handen van Bo Geens belandt. Maar dit is geen terugspeelbal. Nee, maar wel een schitterende bal, wou ik zeggen, van Velida die daar die bal voorgeeft. Maar voorgaf, maar wel prachtig verdedigd ook natuurlijk. Zodat Geens die bal kon onderscheppen. Anders was hij zeker voor de voeten van Hoornkamp gekomen. En dan weet je wel wat die met zo'n afstand voor het doel daarmee doet. Goed, weer een Bos in balbezit via Bolsjes. Verliest de bal dan. Anna kan er ook niet bij. Oppassen geblazen. Milts weer. Van der Velde moet ook oppassen. Die staat op geel natuurlijk. Aan de rechterkant nu Reemans. Krijgt hem daar bij Rommens. Die heeft er zin in, Olivier Rommens. Hij zoekt naar zijn medespeler Milts. Ook wel een bewegelijke speler. Die heeft veel positiewissel. Maar die verliest daar ook weer de bal aan Anna. Maar Den Bosch krijgt de bal niet onder controle. En we hebben nog 10 minuten maar te spelen. Zo'n 10 minuten. Dus en het staat nog altijd hier 0-0. Trevor David nu in duel daar met Dwayne Green. Die gaat natuurlijk op zoek naar een corner. Krijgt hij die dan? Voorlopig, hij gaat gewoon zelf liggen. Niks aan de hand. Met Dwayne Green krijgt hem ook niet helemaal lekker mee. En dan is de bal alweer van Os. Kan Os tot een schot komen? Buiten de 16. Er is ruimte nu voor Milts. Die moet oppassen. Den Bosch moet daar oppassen. Ook weer slecht gedaan door Sanchez. Gelukkig
schiet hij hem tegen Frank Sturing aan en dan kan de Bos misschien counteren. Deze Hoornkamp die bal onder controle. Krijgt hem weer bij Dwayne Green. Dwayne Green moet dan kiezen voor de veilige weg. Dat is terug. Wordt ook afgeschermd, dus hij moet naar Valida. Valida zoekt dan naar Arnach. Arnach heeft zichzelf vrij gespeeld. Prima gedaan. Mats Del nu, andere kant. En dan staat Bolsius klaar. Die wil die actie wel aangaan tegen Sanchez. Die is net terug vanuit de voorhoede. Daar komt hij aan. De bal is niet zuiver genoeg naar... Naar Meervat, dat moet echt beter, want Den Bos speelt zo makkelijk die bal iedere keer. Dat is gewoon jammer. En daar gaat de blessure. En die ziet er niet goed uit, hoor. Oh. Blesseert hij zichzelf, Jes Hoornkamp. En dat was dan niet lekker fit. En dan zegt zelfs de doelman van Os, heel sportief. Jongens, fluit, maar zet die bal maar even uit, want hij heeft iets aan de hak. Jes Hoornkamp, blijf zitten. Hak, enkel. Hak, enkel. Hij komt daar verkeerd terecht. In een uiterste poging om die bal daar nog te krijgen. Wordt opgetrokken daardoor Geens. Het was meer schrik, gelukkig, dan dat het wat was. Wel heel sportief van die keeper, moet ik zeggen. Die de bal direct over de zijlijn laat spelen. En daardoor Jes Hoornkamp de gelegenheid geeft om die blessure te laten bekijken. Daar is niets mee aan de hand. Wel veel gedrink nu. Ja, maar die dacht natuurlijk ook, hey, Den Bos is halverwege onze helft in balbezit. Laat ik maar even roepen, er ligt een Den Bos speler rondom mijn eigen 5 meter. Den Bos zal die wel vast en zeker wel uit gaan trappen. Inderdaad, een aantal spelers die nog even te drinken staan. En dan zien we het wel dat er aan de kant van Os weer gewisseld wordt. De gele kaart van de eerste helft, die was voor Livio Mills. En die gaat naar de kant en in zijn plaats komt de speler met de nummer 17. En dat is Tim Hulscher. Als ik dan goed op de hoogte ben, is die volgens mij afkomstig vanuit Enschede van Jong Twente. En naast mij wordt driftig ja geknikt. Die is in het veld gekomen voor Os. De klok die zegt dat we bijna 83 minuten gespeeld hebben. Den Bos bouwt op via de achterhoede in de persoon van Frank Sturing. Frank Sturing vindt middenvelder Kevin Vlida. En terwijl we Klaas Wels horen roepen, zet druk, zet druk, zet druk. Maar Kevin Vlida kan een meter of 15 gaan maken. Paast Mats Del. En Mats Del die reikt in de diepte. Maar daar de vooractie van Den Bos is dat hij in de diepte gaat en de bal dan in zijn voeten wil. Maar Mats Del had al gekozen voor de weg de andere kant op. En die bal is nu inmiddels bij Dwayne Green. Dwayne Green moet achteruit richting Junior van der Velde. Een meter of 5 voor de middenlijn is Junior van der Velde die de bal kan steken op Dwayne Green. Dat moet dan snel. En eventueel Romano Postema. Romano Postema met 3 Ossenaren om zich heen moet dan terug richting Arnach. Arnach met een fantastische opening. Gewoon op maat op Den Bosjes. En dan moet Den Bosjes snelheid gaan maken richting Sanchez. Gaat richting de achterlijn. Dan kan die voorzet komen van Den Bosjes. Kan die voorzet komen en daar is dan die voorzet op de voeten van Jes Hoornkamp. Maar die raakt die bal verkeerd met die enkel waar hij net last van had. En die bal die belandt in de tribune achter de goal van Bo Geens. 84 minuten staan er op de klok. 0-0 in de Vliet. Die komt eigenlijk dichtbij, die eindstand van 0-0. Laten we hopen dat dat niet gaat gebeuren. En dat het voordeel van Den Bos zal uitslaan. Dat het in het voordeel van Den Bos zal uitslaan. Geens gaat in ieder geval die bal uittrappen nu. Hij neemt wat tijd. Ik denk dat Os het op zich prima vindt, deze stand. Die lijkt ook wat krachten te hebben verspeeld. En wat moeten worden. En daarom ook misschien de vele wissels. Frank Sturing krijgt de bal onder controle. Krijgt hem dan niet bij daarbij Bos. Die wordt makkelijk afgetroefd door Sanchez. Die lijkt wel onvermoeibaar. En dan wordt daar een... Nee, geen vrije trap geven. Die bal was over de zijlijn gegaan door Sanchez, die wel onvermoeibaar is, hoor. Net op het moment dat ik zei dat Os moe leek te worden, stormde hij nog een keer even helemaal het veld over. Dus ja, hij bewijst dan wat dat betreft maar ongelijk. Mats Del kan wel gaan ingooien op de helft van Den Bos. En we gaan kijken naar wie dat gaat doen. En dat gaat waarschijnlijk gebeuren naar Meerveld. Nee, hij gaat voor de langere ingooibal en die gaat helemaal naar Hoornkamp. Kan hij dan onder controle komen? Die kopt hem wel door. Arnach is slim en die krijgt hem ook daar in balbezit. Dan moet Green eigenlijk wat breder lopen. Daar staat hij niet. En dan komt hij daar Rommens tegen. Dan durft hij niet. En dan gaat hij terug. Draait hij even om zijn tegenstander heen. Dan blijft hij wel in balbezit. Kiest dan voor de bal aan te spelen op Postema. Die rekent daar niet op of de bal van Green was niet helemaal goed. Een van de twee. Zal in het midden zitten. Zal in het midden zitten, denk ik ook. Basdel wordt daar aan de kant gezet. Daardoor Peters. Dan wel de controle ook niet bij Meerveld. Komt hij dan toch de controle? Ja, de vrije trap wordt gegeven. Daarvoor Den Bos in de middencirkel. En dan gaat die vrije trap genomen worden, denk ik, door Arnach. Veel te vriendschappelijk, deze derby tot nu toe. De handjes allemaal en het omhoog trekken. Ik mis die scherpte in die duels. En dat heeft misschien wel weghalen, dat woord. Heeft gewoon te maken met het gemis aan publiek. Zeker. Net die spelers nog iets meer op scherp zetten. Het publiek van beide kanten. Het is gewoon hartstikke lief in het veld voor elkaar. Den Bos in balbezit via Meerveld. Die daar doet alsof er op hem geduwd wordt door Leon Kaak. Maar Leon Kaak is gewoon wat breder, wat sterker. Is ook helemaal niet erg voor Den Bos. Want Den Bos blijft in balbezit. Nee, die zijn onnauwkeurig in de passing. Waardoor nu de bal teruggaat richting Bogeens. Bogeens met een lange haal
Die belandt een meter of vijf op de helft van den Bosch. Maar die belandt op het hoofd van Junior van der Velde. Kan Jis Hornkamp nooit op tijd terug zijn. Maar die komt teruggelopen van buitenspel. Maar neemt niet deel aan het spel. Dus kan de grensrechter ook niet vlaggen. Als we Jack de Gier horen roepen. Houd druk, houd druk, houd druk. En dat levert den Bosch ook weer balbezit op. In de persoon van Postema. Postema met de bal in diepte. Nou, kom, kom, Don Bosjes. Nee, die bal valt net tussen Bosjes en Sanchez in. Misschien had Bosjes wel gewoon naar de bal moeten toelopen. In plaats van de bal aflopen. Want dan was hij wel eerder bij die bal geweest. En dan had hij in een 1-tegen situatie tegen die Sanchez staan. Nu is diezelfde Bosjes in balbezit. Maar die neemt de bal zo onnauwkeurig aan. Dat hij een counter voor Topos inleidt. En het Trevor David is die aan de rechterkant de bal mee had willen krijgen. En het maar goed is dat die keuze niet wordt gemaakt. Maar dan moet wel Dwayne Green nu opletten. Dat hij niet verrast wordt door Mathieu. En moet kiezen voor de lange bal. En die lange bal die komt bij Postema terecht. Maar die neemt de bal aan met zijn hand. Betekent dat Topos de vrije trap op de helft van den Bosch mag gaan nemen. Ja, maar zit het ook even allemaal niet zo lekker mee. En Postema baalt dan wel. Want die weten wel dat die bal gewoon tegen de hand aankwam. En coach, aan de coaching van Jack de Gier zal het niet liggen. Die wil echt die derby overwinning binnenslepen. Want hij is wel de meest fanatieke op het veld lijkt het wel op, inmiddels. En dat, ja, dat zien we natuurlijk graag. De vrije trap is iemand. Echt de spits, ja. Gewoon erin gooien. Hij gaat er bijna zelf staan natuurlijk. Maar de vrije trap is toch echt voor Os aan de kant, aan de rechterkant van het veld. En daar komen dan twee mannen toe. Rommens en de nieuwe man nummer 17, dat is Hulscher. Het is zo'nzelfde bal als vrij, de gelijkmaker van zaterdag of van een afgelopen maandag. Zo'n plek. Ja, zo'n maar dan plek, de andere kant. Inderdaad, en laten we hopen dat dat dan niet hetzelfde af gaat lopen. Want dan is het een veel pijnlijkere doelpunt. Dan, ja, goed, hij was ook pijnlijk, maar deze zal nog erger zijn, denk ik. Van de Steen kan die bal vangen, gelukkig voordat Peters gevaarlijk kwam. Want die was er toch aardig bij. En snel hervat, gelukkig daar wel door Van de Steen. Mats Del ingespeeld. Mats Del gaat dan langs de zijlijn naar Postema. Die moet lopen, maar is lastig. En wordt dan onderschept door Dwevert. Goed gedaan door hem. Postema geen overtreding maken, doet hij niet. Maar wel de balbezit voor Sanchez. Sanchez met de bal op Reemans. En die krijgt hem dan keurig daar ook bij Cas Peters. En Cas Peters, Rommers, nu wordt het gevaarlijk. Rommers gaat weer schieten. En het bal is voorlangs. Laat hem maar schieten, maar die was wel iets beter. Deze, hij was laag, maar wel weer naast. Ja, deze was maar 5 meter maar naast. Maar de tijd gaat echt dringen. We zien al 88 minuten op de klok. En ik denk dat er niet heel veel tijd bij gaat komen. Misschien een minuutje of 3. En dan is het al gedaan met deze derby. We hebben natuurlijk wel een aantal wissels gehad. We hebben er eentje aan de Moskou-kant gehad, want Sturing viel in de rust in. 3 aan de kant van Os, waarvan de 2 tegelijk. Dus dat is een minuutje. Kleine blessurebehandeling, ja, misschien 2 of 3 minuutjes. Als de bal in de diepte gaat richting Hornkamp. Hornkamp wint het duel van zijn directe tegenstander. Maar die roept dan Bosjes, waar ben je in de 16? Want het is alleen Postema die meeloopt. En ik vind dat terecht, die reactie van Hornkamp richting Bosjes. Want Bosjes staat ongeveer 1,20 meter van die situatie af. En die hoort als rechtsbuiten op dat moment, als je ziet, hey, mijn spits krijgt de bal ingespeeld, die kan die bal doorkoppen, dan hoor jij als rechtsbuiten op dat moment in de 16 meter te zijn als extra aanvaller. Als het Os is in balbezit en er vooral hard geschreeuwd wordt. En ik gewoon dit een onnodige overtreding vind die denk ik door sturing wordt gemaakt. Dat was echt niet slim. Nee, door sturing of Valida. Want Valida loopt teleurgesteld weg. En is het Os dat een meter of 15 à 20 buiten de 16. Ja, sturing was het een meter of 15 à 20 buiten de 16 meter van den Bosch een vrije trap kan gaan nemen. En nu die Olivier Rommens wordt weggestuurd. En een Tim Hulscher is die achter die bal gaat staan. De luchtmacht van Os weer mee naar voren gaat. Dan komt er zo'n bal die dus tussen de doelman en de laatste lijn in gaat vallen. Die op het hoofd belandt van een van de Osse spelers. Maar die bal belandt in de handen van Wouter van der Steen. Gaat Postema weer naar voren. Rennen, gaat Hornkamp weer naar voren rennen, rent Bosjes vooral richting de zijlijn, maar is totaal niet aanspeelbaar. Gaat die bal in de diepte komen, gaat het bord zo omhoog en zien we dadelijk hoeveel minuten erbij gaan komen. En dan geeft Van der Steen die bal ook niet direct op Postema, want dat zien we er in meerdere wedstrijden dat heel graag die bal wil. Nu Os weer gevaarlijk via Reemans, ja, de Bos krijgt dan niet het balbezit en dan wordt het gevaarlijk. Nu al misschien via Postema, kan die onderscheppen, goed gedaan. Dwayne Green aan de linkerkant nu, heeft wat ruimte en met 4, 5 mensen van FC Den Bosch voorop. Bos is weer dit blijft erachter, kansen, waar blijft hij nou? Dit biedt kansen. Van der Steen, of ik bedoel van Hornkamp natuurlijk, Van der Steen, hoe kom ik erbij? Die krijgt dan de bal bij Annenach. Annenach moet daar het duel aan gaan met Kaak, hij is ook wat vermoeid denk ik, Annenach. Die kiest niet voor een domme voorzet. 2 minuten. 2 minuutjes slechts erbij en dan is dat wel heel kort. Dan zijn die 3 minuten nog grof geweest en dan loopt Postema niet eens meer op die bal. En dan lijkt het erop dat Den Bosch hier met een 0-0 stand tegen Os de wedstrijd gaat eindigen. Dat is toch ook wel, je verliest hem niet, maar je wint hem natuurlijk ook niet. We gaan kijken of Os hier niet in de laatste minuten nog met een overwinning vandoor gaat. Cas Peters aan de rechterkant, Van der Velde komt hij tegen. De bal komt voor, sturing werkt hem weg, maar wel een ingooi nog voor Den Bosch en voor Os. En dan zien we wel dat Os hier in de slotfase nog gevaarlijker is dan FC Den Bosch. Wat ik zeg, die wissels aan de kant van Os, die hebben ervoor gezorgd. Het is gewoon verkeerd ingooien, Alex Bos.
Dus gewoon verkeerd ingooien, maar daar fluit je niet voor. Betekent dat Rommens in balbezit komt. Rommens met de bal richting Reemans. Reemans terug op Rommens. Rommens kan dan terug naar Kaak, maar kiest voor de weg terug naar David. De wissels bij Os zijn beter geweest, want daardoor is Os gevaarlijker geworden. Dus goed voor Den Bosch dat die wissels niet eerder zijn ingevallen. En Bon Bosch is zo goed als hij afgelopen maandagavond inviel. Ja, zo afwezig is hij eigenlijk nu. Hij is niet bij de situaties rondom de 16 meter betrokken. Kun je die jongen ook niet kwalijk nemen. Als we de laatste minuut van de blessuretijd in zijn gegaan met Ringo Meerveld. Ringo Meerveld die op Sanchez afgaat, maar die bal kinderlijk eenvoudig verliest en daardoor een osse aanval in kan zetten. Maar is het Dwayne Green die vandaag een aardige wedstrijd speelt. Een degelijke wedstrijd, niet geweldig, maar in ieder geval ook niet verdedigend in de problemen is gekomen. De bal op het hoofd van Felida. Felida richting Aanach, maar de bal belandt terug in de voeten van Felida. Felida met de bal in de diepte richting Jeshorenkamp. Kan die de bal aannemen? Ja, die neemt hij heel knap aan en kan dan Den Bosch in die laatste minuut nog een keer gevaarlijk worden als de bal valt in de voeten van Ringo Meerveld. Ringo Meerveld met Del. Nou, slingen die bal erin, maar die doet dat via Bosjes. Bosjes dan die bal voor de goal. Moet naar zijn linkerbeen. Komt die voorzet. Don laat die bal nou voor de goal komen, maar kiest voor de actie. Ja, penalty. Ja, penalty voor de Bosch. Een penalty voor de Bosch. En het is toch weer Don Bosjes. Maar ja, nu maar, is het. Wij kijken vanaf de maar zijkant. Wie nu? Ja, maar hij zegt, het is een zuivere penalty. Goed gedaan van Don Bosjes, hoor. Het is een beetje opportunistisch, maar hij hapt erin. Maar Jeshorenkamp niet helemaal lekker in de wedstrijd, Edwin. Gaat hij hem weer maken? Dat zou de derde penalty op rij zijn. Ja, ik word weer enthousiast, sorry. Ik geef jou helemaal gelijk. Het is Bosjes die de actie krijgt waarvan we twee keer roepen voor die bal voor. Dames en heren, voor alle duidelijkheid. Een penalty voor FC Den Bosch. Een strafschop, in alle talen willen we het zeggen. En Jeshorenkamp staat achter die bal. En dan hopen we, en Geen staat hem wat in te fluisteren. Ja, dat deed Jay Goiter ook. En nu zegt scheidsrechter Bosch, ga jij eens terug je hok in op de doellijn gaan staan. En dan moet Jeshorenkamp hier Den Bosch de overwinning schenken in de allerlaatste seconde. En gaat het nog lukken? We gaan kijken, dan maakt hij zich onsterfelijk. Voor daar komt hij. Jeshorenkamp, het zal toch wel, hè? Jeshorenkamp. Oeh, ja! Hij zit erin! Hij zit erin, gelukkig! Maar Bo Geen zit eraan. En hij is blij, hoor. Hij juicht. Hij en juist aan de camera met Den Bosch en meteen is het afgelopen. En dan winnen wij hier de derby toch van Os. Ondanks, ik zei het, een allerlaatste minuut en wat een vreugde daar toch bij Den Bosch. Want iedereen lijkt wel verrast, ook wij. Maar hij zit er toch echt in. Jeshorenkamp, niet zo overtuigend als de vorige keer. Maar hij zit er gewoon in en die tellen ook. En dan zien we iedereen even knuffelen. En ook Don Bosjes, die eigenlijk belabberd inviel, maar heeft dan een hoofdrol bij dit doelpunt. Hij maakt de actie, hij krijgt de bal ingespeeld. We roepen twee keer, geef die bal voor. Want uiteindelijk is daar een man meer situatie. Kies er niet voor. En wat ben je dan dom dat je op die plek een sliding maakt, een sliding inzet. Een voetje van Don Bosjes wegtikt. Dat is de penalty. Hij valt voor ons links gezien rechts van doelman Bo Geens. Bo Geens zit er met een handje aan. Maar ja, wat maakt het uit? We winnen met 1-0. Nummer 13 voor Jeshorenkamp. Ja, het is toch knap van hem. Man van de statistieken, maar ik vind het wel, je staat laatste en je maakt 13 doelpunten als spits, dan zet je je wel op de kaart natuurlijk. Ik kan je geen ongelijk geven. We gaan de spelers vieren feest op het veld. Den Bosch krijgt wat het op basis van de tweede helft verdient. Zeker. Tweede helft waar ze beter voetbal. Knuffelen tussen Van der Steen en Hornkamp, ja sorry daar. En De Gier, die zal ook blij zijn als een kind, zelfs Verhaag knuffelen iedereen. Ja, prachtig natuurlijk van Overbeek, die ook nog twee wedstrijden onze coach was, knuffelen. En iedereen is toch opgelucht. Ik schrok er zelf ook van, Edwin. Ja, nou, we hadden hem niet meer aanzien komen. Terwijl er iemand hier riep van het blijft geen 0-0, het blijft geen 0-0. Nou, uiteindelijk krijgen we gelijk. We gaan even naar de andere velden kijken. Go Ahead Eagles, Rode SC, dat eindigt in 0-0. Dat was al afgelopen. Almere NEC, daar is het 2-0. Den Bosch tegen Topos, 1-0. Excelsior Jong PSV, 0-0. Volendam Cambuur, 0 tegen 3. De Graafschap Dordrecht, 0-3. Helmond Jong AZ 2-0, Jong Ajax tegen NAC 1-1, MVV Eindhoven 2-0, Telstar Jong FC Utrecht 2 tegen 3. Wij gaan hier, ik geef eerst jou het woord, dan doe ik het daarna nog. Wij gaan straks even spreken natuurlijk met matchwinners Jeshorenkamp en Don Bosjes. Die interviews hoort u straks natuurlijk, ziet u straks op FC Den Bosch, de media, social media kanalen. En we spreken het ook met trainer, de winnende trainer van de derby, Jack de Gier. En ik bedank jou Edwin Smolders vandaag voor dit geweldige verslag weer. En we hadden vandaag een luisterrecord. We hadden een luisterrecord. We doen het graag voor u. Laten we vooral met elkaar hopen, Johan, dat we Den Bosch supporters, en laten we heel eerlijk zijn, ook de supporters van Topos, heel snel gewoon weer in de stadions mogen begroeten. Dankjewel voor het luisteren. Tot ziens. Ja, en we blijven nog heel even in de uitzending, want ik wil nog even iets zeggen. FC Den Bosch, dat deze derby eigenlijk al een hele lange tijd niet heeft verloren, Edwin. Hè? Nee.
in eigen stadion niet. Terwijl wij rechts kijken wat er allemaal aan de hand is. Nou, ik had het over de supporters, dat we natuurlijk hopen dat de supporters van Topbos, maar vooral ook die van FC Den Bosch, dat we elkaar heel snel hier weer mogen begroeten. En wat ik natuurlijk moet zeggen, maar maandag zijn we weer live en dan zijn we op tweede paasdag. Dan heeft u allemaal geen excuus om niet te luisteren natuurlijk. Dan zitten we in Weidewormer, niet in Alkmaar, maar in Weidewormer, in de kou voor u dit verslag te doen. Heerlijk. Dat doen we graag. Heerlijk. Die knapen, vanavond vieren we feest. Dames en heren, bedankt voor het luisteren en... voordat de techniek gaat afsluiten, zeg ik, laat deze klanken in de Vliert nog even luisteren. Een hele fijne avond. Geniet als Bossenaren van deze 1-0 overwinning. Fijn paasweekend. Johan, tot maandag in hey, het pittoreske Weidewormer. En we zeggen samen, hey, Den Bosch.